Sí. Een goede avond iedereen. Van harte welkom op deze minderheid. Sorry voor die vertraging, maar de techniek moest toch wel wat toelichting krijgen nog. Maar bij deze zijn wij verheugd om wat nieuws in onze gemeenteraad te mogen verwelkomen. Die is wel nog niet geïnstalleerd, maar we gaan dat onmiddellijk doen. Dus ik ga beginnen met punt 1 van de dagorde. En dat betreft dus het onderzoek naar de geloofsbrieven van een opvolgend gemeenteraadslid en ook de eedaflegging. Ik geef wat toelichting met Melissa. Ik ben in Meervloot, die behoorde tot fractie SPA Groen, heeft daar ontslag aangeboden. Dat hebben wij in de vorige gemeenteraad, hebben wij daar akte van genomen. Maar dit betekent dat Gringen moet vervangen worden als gemeenteraadslid door een opvolger behorend tot de lijst waarop zij werd verkozen. De eerste in aanmerking komende opvolger verkozen op de lijst is de heer Steven de Kaluwe. Want inderdaad, de verkozen kunnen slechts echt deelnemen aan deze gemeenteraad eens zij de eed hebben afgelegd. Voorafgaandelijk aan deze eedaflegging moeten de geloofsbrieven onderzocht worden van de opvolger. En ik ga u hiervan nu verslag geven. Dus ik ondergetekende voorzitter van de gemeenteraad klaar onderzocht te hebben. Ik heb veel bijkomend geluid die voor niks nodig is. Dus wil je de oortjes gebruiken, is niet te doen. Dus ik heb een onderzoek ingesteld om de gemeenteraad te kunnen voorlichten bij het onderzoek van de geloofsbrieven van de heer Steven de Kaluwe, opvolgend gemeenteraadslid voor de fractie SPA. Uit voorliggende stukken blijkt dat de heer Steven de Kaluwe nog steeds de Belgische nationaliteit bezit, de volle leeftijd heeft bereikt van 18 jaar, ononderbroken ingeschreven is in het bevolkingsregister van de gemeente sinds 1 augustus 2018 en thans niet ontzet is van de uitoefening van het kiesrecht of van het recht om verkozen te worden. Bovendien blijkt uit de voordoende ondertekende verklaring dat hij zich niet in een met de raadlidmaatschap onverenigbare situatie bevindt. Bijvolg ben ik van oordeel dat de geloofsbrieven van voornoemde door de gemeenteraad kunnen worden goedgekeurd. En bij deze, en Steven, ik denk dat je een primeur hebt, zeg het niet in Aarlebeke alleen, maar misschien in Hans Vlaanderen, dat u de eerste bent die als inderdaad in een audiovisuele livestream uw eed mag afleggen. Dus u gaat straks de eed afleggen als gemeenteraadslid, waardoor u als opvolger van deze gemeenteraad zult geïnstalleerd worden. De eed luidt als volgt. Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen. En door de eedaflegging voor de gemeenteraad word je automatisch ook lid van gemeente of raadslid van de OCMW-raad. Bij deze Steven, ik wacht op uw eed om uw verklaring te kunnen ondertekenen, zodat we van start kunnen. Steven, aan u. Ja, ik zweer de verplichting van mijn mandaat trouw na te komen. Proficiat, welkom bij deze. Proficiat. Ja, dank u. Ja, dankjewel, merci. Wel gekomen en er zijn er die inderdaad een persoonlijk woordje hebben waarschijnlijk voor u. Lise Marie had een tussenkomst gevraagd. Ja, inderdaad. Ik ga even mijn camera aanleggen. Graag. Voor dit bijzonder moment. wij willen graag van de gelegenheid gebruik maken om Gwenny namens onze fractie te bedanken voor haar engagement de voorbije 2 jaar. We zullen haar opgewekte persoonlijkheid erg missen,
maar wensen haar uiteraard alle geluk toe op alle vlakken, als lerares, als zangeres en last but not least als mama. Dus merci Gwenny en welkom Steven. Nog een Hulstenaar erbij in deze gemeenteraad. Hulst is nog wat beter vertegenwoordigd. We wensen jou alvast namens onze fractie heel veel succes en we kijken uit naar jouw tussenkomsten. Dank u wel. Oké, dank u wel. Merci. Dank u wel, Lise-Marie. En ik denk dat die wensen die uitgesproken werden door Lise-Marie door Hans de gemeenteraad gedeeld mogen worden bij deze. Met jullie goedkeuring wil ik dan overgaan naar punt 2. Dat is het aanpassen van de rangorde van de gemeenteraadsleden op datum van vandaag dus. Nu, het is zo dat rangorde tussen de gemeenteraadsleden niet worden bepaald door de gemeenteraad zelf. Nu, voor alle duidelijkheid, dat wordt bepaald aan de hand van het aantal dagen dat je gezeteld hebt of zetelt in de gemeenteraad. De lijst is te raadplegen in uw documenten op Cobra uiteraard. En de laatste in de rij, Steven, wordt op het einde toegevoegd. Hij start met zijn eerste dag vandaag. Dus bij deze, welkom nog een keer. Merci. Is dat oké voor de rangorde? Ik ben niet verplicht van ze voor te lezen allemaal. Wie dat er allemaal... Dat is oké. Akkoord, natuurlijk. Akkoord. Dank u wel. Dan gaan wij over naar een aantal vervangingen in de volle tonslag van Gwenny. En ik ga dat vrij proberen op een vrij hoog tempo te doen. Eén is een vervanging in de Raadscommissie Welzijn, Vrije Tijd en Onderwijs. Waar Gwenny vertegenwoordiger was voor de fractie SPA Groen. En in deze fractie zou zij vervangen worden door Steven de Kaluwe. Directeur, kan ik kijken naar u? Ik denk niet dat hij moet gestemd worden. Dat is zijn voordrachten, zeker. Aan mijn directeur. Ja, zeker. Hallo? Ja. Wat hoort, maar ik heb mijn micro excuseren afgelegd in plaats van aangelegd. Ja, als iedereen akkoord is, is iedereen akkoord. Hè? 29, ja? Ja, noemen we dat als oké. Voilà, dank u wel daarvoor. Dan ook de vervanging van de plaatsvervangende vertegenwoordiger in de algemene vergadering in de plaats van Gwenny. En daar is het voorstel dat schepen David van de Kerkhoven haar zou vervangen als vervangend raadslid. Kan ook hiermee iedereen zich akkoord verklaren? Ik zie niet direct gasten die protesteren. Nee, dus, akkoord. Voilà, bij deze. Dan gaan we al naar punt 5. Dat is... dat betreft leidt al de buitengewoon algemene vergadering van 10 december 2020, de goedkeuring van de agenda en bepaling van het mandaat van onze vertegenwoordiger in de buitengewoon algemene vergadering. Voor Steven ter info, het is zo dat alle intercommunales twee algemene vergaderingen per jaar moeten geven. Eén in het midden, dat is gewoonlijk juni. Mei, juni en dan de tweede naar het einde van het jaar toe. De buitengewone algemene vergadering is voorzien voor 10 december voor Leijendal. Er is ondertussen ook een toelichting geweest van de intercommunales gezamenlijk, zoals we het gewoon zijn. Dus Leijendal, Imoch, Fluvia en Psylon. En dat infomoment was door elk gemeenteraadslid te volgen op 27 oktober laatstleden. Ik denk dat dit voldoende toegelegd is daar. Dan rest ons uiteraard in deze gemeenteraad de vertegenwoordiger aan te stellen. Dat is de heer Dominique Wendels en de heer Willy van de Mullenbroeke als... plaatsvervanger. Dominique als effectief lid. En Dominique zal zeker deelnemen aan de buitengewone algemene vergadering. Heb ik een bericht ontvangen.
En het voorstel is om een positieve opstelling aan te nemen tijdens die vergadering vanuit onze gemeenteraad van Harelbeek, Dominique. Oké. Geen tussenkomsten. Dan ga ik over naar de volgende algemene vergadering. Dat is Psylon, het crematorium. Die buitengewone vergadering gaat door op dinsdag 15 december. Om 18 uur is ook uiteraard digitaal. Daar staan twee dagortepunten op. Vaststelling van het werkprogramma voor 2021. En ook van de begroting 2021. De beeldpresentatie was ook beschikbaar op 27 oktober. Francis Patijn en ikzelf waren aangesteld als Francis als eerste, ik als tweede, aangeduid voor de duur van de legislatuur. Gemeenteraadsleden Koen Opkomen en Thomas Schillemijn waren ze respectievelijk eerste en tweede daarvan. Maar in de gemeenteraad van mei van dit jaar werd Schepen Doshi aangesteld als eerste vertegenwoordiger voor de duur van deze legislatuur in vervanging van Schepen Francis Patijn. Vandaar zal Kathleen Doshi en ikzelf deelnemen aan de vergadering 15 december. Ook hier dus de agenda heb ik voorgelezen. En van ons wordt ook verwacht een positieve opstelling tegenover de agenda. Dus ik hoop dat hij voor elk gemeenteraadslid oké is. Ik zie geen tussenkomsten. Dan stappen wij over naar IMO, de intercommunale voor geheugenverwerking, maar veel meer dan dat voor openbare gezondheid van Zuidwest-Vlaanderen. Die vergadering gaat door op 15 december. Agenda is als volgt: strategie, beleidsplan en actieplan 2021. De begroting 2021. De statutaire benoeming van een raadslid voor Avelhem. Aanpassen bijlage 2 statuten in functie van de intergemeentelijke recyclageparken en dan Varia. Het is zo dat het college voorstelt dat als het plaatsvervangend lid Louis Bijtbier, die was dan nog toe plaatsvervanger, nu als effectief lid zou zetelen en dat mevrouw Ingebo Suit de plaatsvervangende vertegenwoordiger wordt. En ik dacht, heb ik nu een bericht gezien wie al zeker zal deelnemen? Ik denk van niet, maar ik ga het hier vragen. Inge, Louis, gaan jullie naar de of deelnemen aan de vergadering? Ja, ik zal deelnemen aan de vergadering. Louis en Inge? Ik ben plaatsvervanger waarschijnlijk van Louis. Ah ja, maar ja, mocht ook gaan. Ja, als Louis gaat, dan hoef ik het niet te gaan. Hè? Als Louis al genoteerd is dat hij gaat. Ook mocht hij toch nog belet zijn, dan mag hij mij altijd contacteren. Ja, dat zal ik doen. Ook van hem wordt een positieve opstelling tegenover de dagorde gevraagd, vanuit deze gemeenteraad. Dan stappen wij over naar helemaal iets anders. Minder administratief, maar toch. Gebruikstarief. Voorzitter, Thomas, het wordt niet gevraagd of ik het dat verkeerd voor? Ja. Inderdaad, in de chat, excuseer. Ik zie de chat niet meer, te domme dat ik het... Zien we testen, is dan Carlo. Ja. Ik had een keer iemand antwoord, dan had ik misschien alles weer meekregen. Test 1, 2 heb ik weer gestuurd. Ja. 1, 2 is dat weer. Oké. Okay. Ja, Thomas? Ja, dank u wel. Het is in verband met de IMO dat ik nog vraag kan. Ik weet niet of dat gepast is op de Varia-ronde daar van de algemene vergadering. We horen dat veel van mensen en we zien dat ook soms op sociale media dat zeer druk is in IMOG. Heeft dat nu iets te maken met de grote opruimactie sinds de corona? Of heeft dat eventueel iets te maken met het extra aantal bezoekers uit Kortrijk dat nu al zeer merkbaar zou zijn?
Ik weet niet waar dat kan liggen, maar worden er daar eigenlijk een soort telling bij gehouden dan? Van hoeveel meer bezoekers dan er nu eigenlijk zijn met Kortrijk erbij? En eigenlijk ook een beetje de chaos dat er nu is, omdat er eigenlijk veel volk is. Is er dan niet echt een gestructureerde... Alleen gestructureerd ja, circulatieplan. Iedereen rijdt er maar door elkaar. De vrachtwagens komen daartussen. En allee, naar veiligheid toe en corona. Allee, als je die foto's inderdaad ziet van iemand die daar geweest is, stel ik mij daar toch vragen bij die vrachtwagens en al die auto's door elkaar. Die aanhangwagens, ik weet niet of het mogelijk is om daar te informeren of dat er daar verbetering eigenlijk op komt te zijn. Thomas, bedankt voor uw vraag. Maar ik denk dat Schepenaert daar misschien in de eerste instantie degene is die nu aan de bel gaat, want die zit in de raad van bestuur. Maar ik denk dat hij daar wel een woordje aan toevoegt. Thijs? Ja. Graag, voorzitter. Ja, men dat ook al gemerkt, Thomas. En we werken ook, het is van in begin september dat die verandering nu doorgevoerd is. In begin worden er kinderziektes die zich stelletjes aan eruit aan het verraken. Dus, en dat was eigenlijk al een aantal weken geleden, zat dat eigenlijk al wel goed. Ik weet niet of dat er terug een drukte ontstaan is door de vakantie en door opkeus corona-momenten. Dat kan, maar we krijgen heel binnenkort denk ik, de volgende raad van bestuur om op eerste cijfers te krijgen. Want ze kunnen nu heel goed bijhouden wie dat er allemaal komt, want het is met paspoort. Dus we weten heel goed wie dan naar waar gaat. En een van de bemerkingen was er al dat er wel heel wat mensen, bijvoorbeeld van Haar, die kunnen op even tijden gaan. Dus je ziet daar al, het intergemeentelijke, zie je daar al verschijnen dat dat ook een optie is. Als je van Baldenkoop en Uilsen zit, en dan misschien zelfs een betere optie. Omdat je naar... je mag s'avonds komen. Dus die cijfers van binnenkort zien, maar we kunnen zeker dat signaal, volgende week oké okay, dat signaal wel geven. Maar ik weet niet van wanneer dat is. Is dat van... Niet lang geleden, want mijn zoon had die opmerking, maar ze worden nu toch al iets minder last. Ik denk dat het net voor de vakantie was. Ah ja, dat kon er wel aan het van. Nu, misschien dat best een keer aanbrengen in de raad van bestuur. En indien onze vertegenwoordigers in de algemene vergadering moest dan nog verder gaan, moet die daar rust ook dus komst over doen. Hè? Thomas, kun je het anders een keer door? Oké, ga dat doen. Oké, dank u. In orde. Dank u wel. Dan stappen wij over naar punt 8. Dat betreft het gemeentelijk gebruikstarief en retributiereglement. De hervaststelling en ontstepen. Wie zet er hier zonder woord? Is onze schepen Kathleen Duchy die dit punt zal toelichten. Onze schepen van Financiën. Alsjeblieft, Kathleen. Dank u wel, voorzitter. Het gemeente... Mag ik een Thijs, pak ik je woordjes, want het maakt enorm veel lawaai die storend zijn voor iedereen. Ja, dank u. Thijs, in de micro leg of het kan niet aan Thijs leggen. Ah ja, weet niet wie dat er toen nog bezig is. Want omdat Thijs just de dingen aan het pakken op papier drukken. Oké, doe maar goed, Kathleen. Ja. Het gemeentelijk gebruikstarief en retributiereglement werd in de gemeenteraadszitting van 16 december 2019 hervastgesteld met ingang van 1 januari 20 tot en met 31 december 25. Het college stelt voor om diverse rubrieken aan te passen of toe te voegen. Ik zal dus de voorgestelde wijzigingen heel kort toelichten. Bij rubriek 9, innames openbaar domein, gaan we de volgende tekst schrappen. Voor een container op openbaar domein of voor het stapelen van bouwmaterialen en het plaatsen van bouwwerktuigen, kramen, afsluitingen, bouwstellingen, container, verhuiswagen, geplaatst zonder voorafgaande vergunning, wordt een forfaitair bedrag van €50 per dag aangerekend. Het toezicht vindt dit eerder een boete of sanctie en hoort niet thuis in een retributiereglement. In Haarlembeke is dat tegenwoordig een gasboete. Rubriek 11. Gebruik van het gemeentelijk containerpark. De groep niet-Belgen die niet over een elektronisch identificatiemiddel beschikten en de nieuwe inwoners van wie de adreswijziging nog in behandeling was, konden via de bevolkingsdienst
een toegangsbadge voor 3 maanden krijgen. Dit moet niet meer opgenomen worden, omdat die toegangsbadge geregeld wordt via het recyclagepark. De stad dient wel in bepaalde gevallen toelating te geven, maar de badge zelf zal in het recyclagepark te verkrijgen zijn. Rubriek 16, gebruik van feestmaterialen. De wijziging heeft als doel het transport van partytafels te vereenvoudigen door deze per kar te verhuren in plaats van per stuk. Voor tafels en stoelen is dat al zo. Rubriek 29, vrije tijdsinfrastructuur. Op 19 oktober 20 besliste de gemeenteraad voor onbepaalde duur om, in het kader van de beslissing betreffende de besteding van het noodfonds lokale jeugd, sport en culturele verenigingen, indien verenigingen wegens coronamaatregelen een grotere zaal nodig hebben, dan gepland zijn zij enkel de prijs van de oorspronkelijke geboekte zaal moeten betalen. Deze regeling wordt nu opgenomen in het gemeentelijk gebruikstarief en retributiereglement. Wordt ook genoteerd, de spinningruimte in het Huldensporencollege, Staatsehemse Steen met 40, werd ook toegevoegd aan de vrije tijdsinfrastructuur. Rubriek 34, vrije tijdsactiviteiten. Sport Haarlembeke wenst net als de omliggende steden en gemeenten een overeenkomst af te sluiten met Unante, een organisatie die avontuurlijke sportkampen inricht in de havens. Daarnaast is ook gebleken dat er voldoende vraag is om kleuterkampen uit te breiden van halve dagen naar volle dagen. De nieuwe prijs is €18 per dag of €90 per week. Ook wordt een tarief voor netbal senioren in Bavikhoven voorzien €4,5. Rubriek 42, kamperterrein. Voor eerst wordt de naamgeving aangepast aan de Vlaamse voorschriften. Het bedrag wordt marktconform opgetrokken van €5 naar €10 per 24 uur. Er werd een aanpassing van het betalingssysteem geformuleerd. Om misbruik te voorkomen, wordt een bijkomend tarief van €50 aangerekend wanneer de toegestane termijn in de algemene politieverordening wordt overschreden. In de rubriek werden ook de ondersteuningsnummers van het technisch team en de toeristische dienst toegevoegd. Rubriek 46, materialen AH. De kostprijs van de materialen werd aangepast aan de huidige marktprijzen, zodoende dat niet met verlies, nog met winst wordt verkocht. Ook wordt nu overal verwezen naar AH in plaats van SABV. Rubriek 51. De Haarlembeekse cadeaubon wordt niet langer verkocht, maar vervangen door het digitale systeem Haarlembeke Wereldkaarten. De oude bonnen kunnen nog tot 6 december dit jaar ingewisseld worden. En dan nog rubriek 53, die wordt toegevoegd. Retributie voor producten van Haarlembeke Wereldstad. Omdat er vraag is naar deze producten, stelt de dienst communicatie voor deze producten te verkopen tegen de afgeronde aankoopprijs. Daarnaast wordt ook de mogelijkheid voorzien om in bepaalde gevallen vanuit marketingoverwegingen de producten gratis te verdelen. Zo kunnen op bepaalde evenementen Haarlembeke Wereldstad gadgets gratis worden uitgedeeld of wordt een selectie van de producten gratis ter beschikking aan Haarlembeekse organisaties gesteld onder bepaalde voorwaarden. De voorliggende wijzigingen werden onderworpen aan het advies van de betrokken adviesraden. Het college stelt de gemeenteraad voor het gemeentelijk gebruikstarief en retributiereglement hervast te stellen tot en met 31/12/2025 en daarbij alle aan te brengen wijzigingen te verwerken, uiteraard onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. Alsjeblieft. Dank u wel. Voordat we overgaan tot de stemming, heb ik een tussenkomst doorgekregen van de heer Wout Patijn. Wout? Ja, ja, ben hier. Bedankt voor de uitleg, Kathleen. Een aantal goede veranderingen in het reglement. Ik had misschien één klein vraagje in verband met de Haarlembekebon die verdwijnt omdat het gedigitaliseerd wordt. Hoe gaan jullie dat kenbaar maken bij de bevolking, voor de mensen die nog een bon hebben, want dat is nog maar een kleine 3 weken of drietal weken. Dat is eigenlijk niet zo lang meer. Dus ik vroeg mij dat gewoon af. Wel, eigenlijk op die bon staat een vervaldatum. Dus de aangekochte bonnen waren altijd een jaar geldig. Dus omdat de laatste uitgegeven zijn in december en je telt er een jaar bij, kom je zo op die datum in. Ah ja, kijk, voilà. Kijk, wist ik niet. Bedankt. En ik zie dat Wouter Boekhaert ook het woord vraagt.
Wouter? Wouter, micro aanleggen. Voilà, bij deze. Ja dan. Ik heb een kleine opmerking bij de retributie rond de vrije tijdsinfrastructuur. Nu, het is wat verbazend, omdat er op dit moment ten gevolge van de alom gekende situatie niet veel activiteiten kunnen georganiseerd worden of opgeschort worden. En vind het ook wel een goede zaak dat de mogelijkheid wordt gegeven aan de verenigingen om aan dezelfde voorwaarden een ruimere zaal te mogen gebruiken, die allee, coronaproof kan doorgaan dan. Maar ik heb daar twee bedenkingen bij. Eén, hoe zal er omgegaan worden bij de dubbele boekingen van een zaal? Allee, stel dat er een kleinere zaal moet opschuiven voor een grotere zaal, wat zal er dan mee gebeuren? En eigenlijk ook, wat met de gebruikers van de feestzaal? Als ik het goed gelezen heb, vallen deze in de huidige regelingen een beetje uit de boot. Dus ja, buiten de feestzaal, iets groter is er niet op dit moment in Harelbeke. Dus krijgen zij dan een korting op de prijs, omdat ze ook minder volk kunnen ontvangen? Of hoe is dat eigenlijk ingepland? Dat was eigenlijk de vraag. Kathleen? Ik veronderstel dat het antwoord niet bepaald voor mij, maar voor de bevoegde schepen is. Ja. Ik heb toch mijn hand hebben gestoken, of niet? Oké, ja, maar niet zien. Ik heb mijn hand hebben gestoken? Nee, niet zien, Francis. Francis is een hand hebben gestoken, ja. Maar Francis, en voor iedereen, uit het woord vraagt misschien best in de chat. Dat was de bedoeling deze vergadering. Ja. Francis, ja. Ja. Dubbele boekingen kunnen in principe niet voorkomen. Ten eerste, er zijn al... het is minder activiteiten, praktisch geen. Dus in feite, we kunnen ook maar doorschuiven naar de andere zaal die groter is, als ze vrij is. Dus we moeten wel lukken dat ze ook nog een keer niet vrij is. Wat betreft de grote zaal, heeft een serieuze capaciteit. En die mag je gebruiken. Maar als ze te klein is voor je activiteit, dan moet je oftewel minder volk laten plaatsvinden, oftewel moet je activiteit uitstellen. Dus daar is er inderdaad niet extra iets voor voorzien. Maar we hebben nog, ja, in principe hebben we daar nog geen vragen voor gekregen. We hebben er wel een paar kunnen doorschuiven. En ja, ze lossen dat zeer pragmatisch op. Ze bellen dan naar die dat was dan in de maand maart, in de maand september, oktober, hebben ze een aantal dingen kunnen gewoon verschuiven van verenigingen, zodat die dan de grote zaal konden gebruiken. En die vereniging ging dan toch niet door, of kon in een andere zaal ook terecht die kleiner was. Het is allemaal heel goed verlopen. Tenzij u een ander voorbeeld hebt, Wouter, van iets dat zou mislopen zijn. Nee, schieten. Ik heb geen ander voorbeeld, maar het was gewoon de bedenking dat ik mee maakte, want ik was eigenlijk meer toekomstgericht dan naar het verleden, ja. Dat ik die vraag stel. Ja, voorlopig hebben we er geen probleem mee, kijk. Laat ons hopen dat dat zo blijft dan. Ja, zeg wel. Dank u. Ja. Verder zie ik geen vraag meer tot tussenkomst, dus ik ga vragen om te stemmen nu vandaag. Dus... Als jullie akkoord zijn zoals we het in het verleden deden, doen we dat per fractie uiteraard. En ik ga mijn rondvraag maken. Akkoord. LD, akkoord. Akkoord. N-VA, akkoord. Fleur. Akkoord. Akkoord. Vlaams Belang. Akkoord. CD&V. Akkoord. En SPA Groen. Akkoord. Dank u wel allemaal. Dan stappen wij over naar punt 9. Dat betreft de politieverordening van de burgemeester betreft de digitaal karakter, dus, en ook de livestream die vanavond gebeurt van de gemeenteraad van 16 november. En op die datum aansluit de OCMW-raad. De bekrachting daarvan, burgemeester, krijgt van mij toe. Wens je daar nog aan toe te voegen. Dank u wel. Ja, heel kort, want het is eigenlijk een aanvulling op vorige maand, waar dat de vraag ook al gesteld werd van moet het digitaal of kan het digitaal of mag het nog fysiek gebeuren? Want
De dag van de gemeenteraad vorige maand was er een nieuwe richtlijn verschenen, dus dat we opnieuw digitaal konden, dus dat bij voorkeur fysiek samenkomen, dat er niet meer in stond. Intussen zijn we ook wel een beetje ingehaald door de feiten, want we hebben intussen al een feitelijke lockdown. Via het ministerieel besluit van 18 oktober 2020, waardoor dat we ook wel genoodzaakt zijn om de gemeenteraad en de raadscommissies eigenlijk effectief digitaal te laten doorgaan. Dus hier komt het punt op de gemeenteraad om te bekrachtigen dat de gemeenteraad en OCME-raad digitaal doorgaan. Dat is het. Als ik geen opmerkingen zie, zijn jullie akkoord dat ik dat als bekrachtigd beschouw? Ja. Akkoord. Dank u wel. Akkoord. Dank u wel. Akkoord. Akkoord. Ja. Voilà, we krijgen ze dan toch één voor één. Waarvoor? Dank. Wij gaan over naar punt 10. Dat betreft de wijziging van de werkgeversbijdrage voor de tweede pensioenpijler voor de contractuele medewerkers. Personeel, dat zal ook voor de heer burgemeester zijn. Dank u wel. Misschien al erbij vertellen dat dit punt hetzelfde en het identiek hetzelfde punt is voor de... In het OCME. De van het OCME, dus daar ga ik herhalen. Ja. Misschien voor de historiek te vervolledigen. Eerst en vooral, dus het stadsbestuur werkt met vastbenoemd personeelsleden en met contractuelen. En voor de contractuelen heeft de gemeenteraad in 2010 voor de eerste keer een tweede pensioenpijler ingevoerd van 1%. In 2012 heeft men die opgetrokken naar 1,5% van het pensioengevend jaarloon, ingaand vanaf begin 2012. En dan is er vanaf juni 2020 werd er via de omzendbrief gestuurd aan de lokale besturen in verband met het sectoraal akkoord via 5. Dus een akkoord tussen werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties. Samen met de Vlaamse overheid zijn er eigenlijk afspraken gemaakt om de arbeidsvoorwaarden in de non-profit te verbeteren. En om dit te kunnen uitvoeren, ondersteunt de Vlaamse overheid de werkgevers financieel. Dus we krijgen daar ook een stukje betoelaging voor. Dit via 5 akkoord van de non-profit sector werd gesloten eigenlijk in 2019. En door dit akkoord van de Vlaamse overheid werden extra middelen voorzien. Het betreft enkel personeel te werk gesteld binnen die via sectoren. Nu, we hebben sowieso met de lokale besturen beslist om de andere personeelsleden die niet in die sectoren te werk gesteld zijn, ook van diezelfde voorwaarden, of ze hebben dat beslist, om van diezelfde voorwaarden te laten genieten. Dus alle personeelsleden contractuelen van de stad en van het OCME vallen hieronder. Concreet is afgesproken om vanaf 2020 ten eerste een koopkrachtverhoging te doen door de stijging van de maaltijdchecks in combinatie met cadeaubonnen. Ten tweede een verhoging van de minimale bijdragevoet van de tweede pensioenpijler voor het contractueel personeel naar 2,5%. En voor de stad vanaf 2021 naar 3%. Het akkoord stelde dat de maatregelen worden uitgevoerd per 1 juli 2020 en dat er met terugwerkende de kracht een inhaaltoelage wordt betaald voor de periode 1 januari 2020 tot 30/6. Vandaar ook die werking met de cadeaubonnen. Nu, het is zo dat we dus eigenlijk al daarop vooruitziend in de meerjarenplannen rekening hadden gehouden en dat eigenlijk ook opgenomen hadden. Dus we hebben voor de pensioenpijler een trapswijze verhoging voorzien, of hadden die voorzien, voor 2020 1 van 2%, vanaf 2021 3%. Dus die halve procent is er bovenop. Was niet voorzien, maar is eigenlijk door dat sectoraal akkoord tussen de sociale partners eigenlijk verplicht te nemen. Naar de 3% niet, want we hadden die voorzien in de meerjarenplanning. En dat heeft ook nog een bijkomend mogelijk voordeel, ik mag niet zeggen bijkomend voordeel, want eigenlijk moet het woord wel mogelijk uitspreken. Dat is omdat de Vlaamse overheid, en dan kom ik terug op het andere gedeelte van personeel dat te werk gesteld is aan de stad, of die te werk gesteld was voor de stad, wat gaat hem over de pensioenen,
dat is dat de Vlaamse overheid eigenlijk een tegemoetkoming voorziet voor die besturen die een tweede pensioenpijler voorzien vanaf 2021 van tenminste 3%. En dat die een tegemoetkoming voorzien voor de responsabiliseringsbijdrage dat die besturen moeten betalen voor pensioenen van vastbenoemden. Ja. Dus bijna elk bestuur moet nu een responsabiliseringsbijdrage betalen. En dat komt omdat de som van de pensioenen van die vastbenoemden hoger is dan de som van de bijdrage van de actieve vastbenoemden. En dus om dat verschil op te vangen, moeten alle besturen eigenlijk een soort, ik ga niet zeggen boete, maar een extra bijdrage betalen. Dat noemt die RESPO-bijdrage. En daarvoor voorziet de Vlaamse overheid eigenlijk een stuk tegemoetkoming. Maar dat moet verdeeld worden onder alle besturen. Maar om daaraan tegemoet te komen, moeten we ook stijgen naar 3%. Dus het is op het sociaal overlegorgaan gekomen van de stad. Zij hebben al een gunstig advies verleend. En het is nu al gemeenteraad om dit goed te keuren. Alsjeblieft. Ik ga de ronde doen. Ik denk dat hopelijk iedereen kan akkoord gaan met deze gefaseerde stijging. Dus, eerste vraag naar Open VLD. Akkoord. Met de kleine bemerking dat ik er wel aan toevoegen, mevrouw de voorzitter, was is dat al één opgenomen in de strategische meerjarenplanning? Dat was de eerste vraag. En twee, over het bedrag dat we spreken, want veel kunnen we er niet aan toevoegen om de eenvoudige reden dat het eigenlijk op, laten we zeggen, op hoger niveau al beslist is. Dus, maar ik had daar graag wel een keer de budgettaire implicaties van geweten. Ja. Allee, het verschil tussen die 2 en die 2,5% over wat dat we spreken. Een half procent. Kan... Ja. Sorry, Wouter. Een half procent, dat is 24.000 euro. Het is eigenlijk dat half procentje voor dit jaar, voor 2020, niet voorzien was in die meerjarenplan. Ja. Want dat is eigenlijk voor het sociaal akkoord dat dat bij komt voor 2020. Okay. Ja. Duidelijk. Dank u wel. Ja. Ja, dank u wel. Dus dan ook een akkoord, hè? Inderdaad. N-VA. Akkoord. Fleur. Akkoord. Vlaamse Wen. Akkoord. CD&V. Ook akkoord. En SPA Groen. Akkoord. Dank u wel, iedereen. Personeel zal u dankbaar zijn. Dan gaan wij over naar punt 11. Dat betreft het vaststellen van een straatnaamwijzing voor een wijziging voor een deel van de Oud-Strijderslaan in Bavikhoven. Dat is een principiële vaststelling. De Schepen van Cultuur zal dit uiteraard toelichten. En... Dank u, voorzitter. Ja. Ja, op 12 september werd er door het college een omgevingsvergunning afgeleverd. Ik ben op 61 bezig. De Oud-Strijderslaan in Bavikhoven start momenteel aan het kruispunt met de Bavikhovenstraat en de Tuinweek en loopt ten einde ter hoogte aan de Plaatsenbeek. Het college heeft in zitting van 18 augustus een omgevingsvergunning verleend aan Van Overschade voor het verkavelen van de percelen van de grond op de hoek van de Vierkeerstraat 19 en de Oud-Strijderslaan. De verkaveling houdt in dat een deel van de tuin na de sloop van een aantal bijgebouwen wordt afgesplitst van de woning van 19. En dus dat perceel dan heeft dan twee bouwloten. Maar natuurlijk, die woningen situeren zich na het kruispunt van de Vierkeerstraat en de Oud-Strijderslaan. En aan de linkerkant van de Oud-Strijderslaan zijn er geen nummers meer beschikbaar. We kunnen niet min 1 en min 3 maken, bijvoorbeeld. Dit is ook het geval aan de rechterkant van de Oud-Strijderslaan. Ook daar zijn er nog in de toekomst ontwikkelingsmogelijkheden, maar ook geen nummers meer beschikbaar. Ja, dan kun je natuurlijk daar de Oud-Strijderslaan laten blijven starten en een aantal nummers voorzien en dan moet je heel de straat hernummeren. Oftewel, het is eigenlijk ook een afgesloten stukje straat, kunnen we dat ook een nieuwe naam geven, een aparte straat van maken. En het blijkt, ook in deze gemeenteraad is dat door heel wat fracties hier aan bod gekomen, dat er een gebrek is aan vrouwelijke straatnamen. En ook in Harlewieken zijn die dus schaars, dus niet als anders. En vandaar dat we nu ook een voorstel doen om daar een dame voor te vinden.
En dus we hebben dan de procedure op 1 september gestart. We hebben het gevraagd aan de Roede. De Roede zegt dat er weinig historisch gezien gelieerd was aan deze specifieke locatie. Er is ook geen lijn of thema te herkennen in de bestaande omliggende straatnamen. Ze vinden ook geen individu uit Bavikhoven van het vrouwelijke geslacht in de lokale geschiedenis terug. En verwijzen naar het vastverleden van Bavikhoven, zouden ze eventueel wel voorstellen dan een vrouwelijke straatnaam, bijvoorbeeld de Wietsterstraat, de Vlaswietsterstraat, de Spinsterstraat, de Vlasspinsterstraat of de Thuisweefsterstraat. We hebben er ook al twee dames een standbeeld op de markt van Bavikhoven, dat we dan bij de opening gedaan hebben. Dat is de Wietster en de Zaaister. Dat is een beetje naar aanleiding daarvan. De cultuurraad liet weten om eventueel voor te stellen voor mevrouw Madeleine Duchy. Ze begon als onderwijzeres in Bavikhoven. Door haar huwelijk moest ze stoppen met dit werk. Dat was toen zo. Maar ze bleef de kinderen die het moeilijk hadden, bleef ze lesgeven van thuis uit. Ze was ook de eerste Bavikhovense politica met een mandaat in de commissie van openbare onderstand, het huidige OCME. Kinderen met een beperking gingen samen met haar, een man, en dan met de auto, ging die ophalen in Bavikhoven, Hulste, Harlewijk en Kuurne, Lendleden, om ze dan met die geïmproveerde taxi naar een school te brengen waar het onderwijs zo goed mogelijk aan de noden van deze kinderen was aangepast. Ze liet nooit na om mensen te helpen waar het kon en waar ze het verschil kon maken. Er is ook een verhaal gekend in Bavikhoven van meisjes die ze in huis nam nadat de thuissituatie daar uit de hand liep. Dus een zeer sociaal voelende vrouw, die dus wat betekend heeft voor de Bavikhovense gemeenschap. Ze is natuurlijk al een tijdje gestorven. Ik denk in de jaren 70 is ze al gestorven, maar de oudere bevolking kennen die wel nog. En ik denk dan nu meteen aan de gemeenteraadsleden uit Bavikhoven. Ik denk onder andere Koen Opzomer, als die dus nog zou kennen. Ik spreek wel over de ouderen. Nu, het college stelt voor om dan te opteren voor een vrouwelijke straatnaam te kiezen. En kiest daarvoor Madeleine Duchy. En het is aan de gemeenteraad om dit principeel vast te stellen. Dus de naam Madeleine Duchy-laan. En aansluitend wordt er nu nog een keer een openbaar onderzoek gedaan van 30 dagen. En ik kom dan nog een keer terug naar de gemeenteraad, want jullie moeten alsnog definitief vaststellen. Voorzitter. Ja, voor de principiële goedkeuring nu voor vandaag. Maar schepen, zoals je kon verwachten, misschien zijn er al twee vrouwen die wensen tussen te komen hiervoor. In eerste instantie Rosanne en dan Lise Mario. Rosanne. Dankjewel, voorzitter. We zijn heel tevreden dat er aandacht besteed werd aan onze vraag uit de gemeenteraad van 20 april, waar we met CD&V, Vrouw en Maatschappij, de vraag gesteld hadden om bij het toekennen van een nieuwe straatnaam ook eens te denken aan een vrouwelijke. Met het toekennen van Madeleine de Schielaan als nieuwe straatnaam in Bavikhoven is dus onze derde vrouwelijke straatnaam in Haarbeek een feit. Het is een terechte keuze dat er voor deze vrouw gekozen werd. Een vrouw met een hart op de juiste plaats, die heel wat gedaan heeft voor de kwetsbare mensen in onze samenleving. We hopen dat er in de toekomst nog meer aandacht besteed wordt aan vrouwen die door hun inzet iets betekend hebben voor Haarbeke en daardoor in aanmerking komen voor een straatnaambord. Dank u wel aan de bevoegde schepen om dit te verdedigen en mogen we ook vragen om nog eens aan te dringen bij de Roede om werk te maken van een lijst met vrouwennamen die daarvoor in aanmerking komen, want voor deze Bavikhovense straat was er blijkbaar geen naam gekend. Dank u wel. Dank u wel, Lise Marie. Ja, ik ga mijn vraag stellen. Mijn eerste grote tussenkomst hier in deze gemeenteraad was eigenlijk de engagementsverklaring genderneutraalheid, gelijkheid en vrijheid, die met unanimiteit werd goedgekeurd. Het is iets waar ik nog altijd heel trots op ben. En een onderdeel daarvan was om bij de ontwikkeling van nieuwe straatnamen naar een genderevenwicht te streven en alleszins meer aandacht te besteden aan gendergelijkheid. Die actie is ook wel gekend als de actie Meer Vrouwen op Straat. Ik ben dan ook bijzonder trots dat de eerste vrouwelijke straatnaam uit deze legislatuur een feit is en dat Haarlebeke hier ook haar steentje aan wil bijdragen. Dus we gaan dit punt met heel veel plezier goedkeuren. Dank u wel. Dank u wel. Ik
Ik zag daar straks een handje van André. Voorzitter. Ja. Ja. Wil je, ja. André. Terwijl ik naar de uitleg zat te luisteren, kwam het er mee, bij mij op om te kijken wat een laan, wat is dat? En ik zie dat dat een straat is waar dat er langs weerskanten een rij bomen staan. Mijn vraag is, worden daar bomen geplant? Als je het een laan noemt, zal dat wel moeten, ofwel moet het een straat worden? Ja, dat klopt, André. Ja, op de dames moet ik niet reageren, dus we hebben dat genoteerd in het verslag, dat is heel goed. En een laan is dan langs weerszijden bomen, dat klopt. Anders zou het straat zijn. Anders zou het straat zijn, dat klopt. Schepen, het is ook zo, dus de laan mag niet doodlopen. Nee, moet ja, ze zal niet doodlopen, dus het is een verbinding. Ja. Voilà. Nee, maar je zit dus van plan van daar bomen te planten. Jazeker. Ja, oké. Okay. Genoteerd, die André. En dat is de hart nog. Ah, voilà. Dan denk ik dat ik de goedkeuring mag vragen aan Hans Deze Raad. Veronderstel dat de VLD zal ja stemmen. En dat is een goede veronderstelling, voorzitter. Vrouwenbeelden. N-VA. Akkoord. Fleur. Akkoord. Frans Belen. Akkoord. Veronderstel dat CD&V ook akkoord is. Ja, het is meerderheid van de vrouwen in onze fractie die ons heeft. Voilà. Dat is om akkoord te gaan. NSPA Groen. Uiteraard akkoord. Dank u wel. Dan stappen we over naar punt 12. Dat is iets dergelijks. Dat betreft het vaststellen van de straatnaam voor een nieuw aan te leggen insteekstraat van de Deerlijk Systeemweg. Dat is opnieuw een principiële beslissing. Sepe Patijn, u heeft opnieuw het woord. Dank u, voorzitter. Dus het gaat om 3 meerzinswoningen op de hoek van de Deerlijkse Steenweg en een nieuwe insteekstraat om het binnengebied te ontsluiten. En het project bestaat ook nog een keer uit die 26 KMO-units en 8 eensgezinswoningen verbonden aan een KMO-unit en 2 gebouwen met een gemeenschapsondersteunende functies of kantoren. De insteekstraat splitst zich wel over het binnengebied, maar het is een circuit waaraan de nummers logisch kunnen gemaakt worden, dus hebben we voldoende aan 1 straatnaam. Dus moeten we ook in de zijstraat van de Deerlijkse Steenweg een nieuwe straatnaam vinden. De projectontwikkelaar noemt dit de STIP. Ja, het college beslist om de procedure op te starten ook op 1 september. En we hebben uiteraard ook bij de cultuurraad en de heemkundige kring de Roede hebben we advies gevraagd. De Roede liet weten dat er historisch gezien weinig geleerd is aan deze specifieke locatie. Een deel van het terrein deed ooit dienst als het voetbalterrein van Racing Club Haarlembeke. Dus voordat het Forestierstadion was, was de voetbalpleinen daar. Dat is ook de site waar er naast aannemer Stadsbader gestart heeft. Dat is daar een heel belangrijke site. En de naam De Step kan dan met enige goodwill worden verbonden met het voetbalverleden van deze site. Je hebt 2 penaltystippen en ook een middenstip. De cultuurraad suggereerde op 7 oktober dat misschien een straatnaam gecreëerd kon worden aan het New British Cemetery, want dat ligt daar in feite ook heel dichtbij, door bijvoorbeeld een naam van een gesneuvelde te kiezen die op dit kerkhof ligt. Er werd gemeld dat zij hiervoor meer inlichting zouden opvragen, maar op 13 oktober lieten ze dan weten niet te kiezen voor een specifieke sneuvelde, en dan eventueel, ja, maar goed, de New British Cemetery straat zou dan misschien wat te moeilijk om te bekken zijn. En vandaar het college dan maar de STIP voorstelt op advies van de Roede. Aansluitend aan deze beslissing moet er ook nog een openbaar onderzoek komen. Als het een goedgekeurde beslissing is nu, dat duurt 30 dagen. En dat om deze nieuwe straatnaam definitief vast te stellen. Voorzitter. Dank u wel. Even, dat betekent dat we die 2 punten terugkrijgen volgende maand dan, of de maand van die. Ja, maar in elk geval, ik ga eerst ook de goedkeuring vragen voor punt 12. Akkoord. Akkoord. N-VA. Akkoord. Kleur. Akkoord. Frans Blanc. Akkoord. CD&V. Akkoord. SPA Groen. Akkoord. Dank u wel. Dank u.
Dan stappen we over naar punt 13. Dat betreft de kaderovereenkomst Fluvius Duurzame Gebouwen. Hier wordt onze goedkeuring gevraagd, maar ik ga voor een woord geven aan Schepen Naert. Dank u wel, voorzitter. Dit gaat inderdaad over een goedkeuring met Fluvius. Sinds 2011 hebben wij het gratis basispakket van ESCO bij Infrax. En dat bevat de twee zaken: het installeren van voorzieningen voor een detailmeting, zowel voor gas als elektriciteit, en het opzetten van een energiezorgsysteem, haalbaarheidsstudies en opmaken van een energiekadaster. Wij hebben daar ook gebruik van gemaakt. Ze worden er gebruik gemaakt van de ELIS, online monitoring systeem, en werd er een aantal haalbaarheidsstudies uitgevoerd. In juli 2018 weet iedereen wel dat Infrax en Yandis tot Fluvius System Operator fuseerden. En datzelfde aanbod is onze richting uit, rond het energiezorgsysteem. De ondersteuning omvat twee zaken: ter beschikking stellen van een energiemanagement software met bijhorende exploitatie en het formuleren van energieadvies. Deze twee zijn gratis voor lokaal besturen. Ze hebben nog een ander aanbod, maar dat is dan tegen betaling, waar je kan op inschrijven. Ze hebben daar ook geen exclusiviteit rond, maar dat kan wel interessant zijn voor bepaalde zaken. Dus in die zin komt hier de voorgestelde beslissing voor te liggen dat de gemeenteraad dit goedkeurt, deze overeenkomst tussen Stad Haarbeke en Fluvius West. Voor alle duidelijkheid, het is dus geen exclusiviteitscontract. De stad kan voor deze diensten ook nog van andere partners gebruik maken. Alsjeblieft, voorzitter. Dank u. Ik zie geen tussenkomsten, dus ga ik opnieuw de tour doen. VLD. VLD, akkoord. Zwegen als instantie. Hallo. Ga verder doen eerst. N-VA. Ja. Fleur? Akkoord. CD&V? Vlaams Belang, yes. Pardon. Ik heb momenteel een lucht. Akkoord. Ja? Vlaams Belang, ik heb dat nu gehoord. Ja, akkoord was. Ja. Ja. En SPA Groen? Akkoord. En ik ga nog een keer naar Open VLD. Ja, akkoord. Ja, mijn micro lag blijkbaar nog. Ja, jongen, wat. We zijn akkoord. We moeten wel alle stemmen hebben. Nee? Dan stappen wij over naar punt 14. Dat betreft het regionaal energie- en klimaatactieplan. Opgemaakt door Leidal. De goedkeuring wordt voor ons gevraagd. Ook hier is Schepen Naert aan het woord. Alsjeblieft. Dank u wel, voorzitter. Zoals dat iedereen denk ik wel weet, is de klimaatuitdaging van de grootste wereldwijde uitdagingen voor het moment. Het staat onomstotelijk vast ook dat de aarde opwarmt en dat deze opwarming verband houdt met de uitstoot van broeikasgassen. Wat dat die klimaatuitdaging eigenlijk inhoudt, dat zijn eigenlijk twee sporen dat we volgen. Dat is mitigatie en adaptatie. Die woorden komen geregeld onderdeel geweest van de voorstelling binnen in de raadscommissie dat Merel van Dijdal ons gegeven heeft. Mitigatie is het tegengaan of beperken van die klimaatverandering. En adaptatie is het aanpassen aan de gevolgen ervan in onze omgeving. Het is dus ook een topprioriteit in het beleid van de Europese Unie. Dat wordt nu nog onlangs wel nog eens bevestigd. En op mondiaal vlak waren de doelen gesteld in het Binnenklimaatakkoord van Parijs. Je zou het soms niet denken, maar het lokaal beleidsniveau is essentieel in het invoeren van klimaatbeleid en het nemen van concrete mitigatie- en adaptatiemaatregelen. Dus naast het nemen van acties binnen onze eigen organisatie als stad, vanuit onze voorbeeldfunctie, is het ook de taak om verbindend te werken en klimaatdoelstellingen in elk relevant dossier trachten te integreren. We werken al 10 jaar in Haarlembeek aan klimaatbeleid. Je kan daar de hele geschiedenis lezen in de nota. Wat dat er belangrijk is, was na de ondertekening van het burgemeesterconvenant werd er een regionaal duurzaam energieactieplan opgesteld, het Sustainable Energy Action Plan. En dat werd voorgelegd en goedgekeurd door de Europese Commissie. Daar stonden 5 icoonprojecten. De energiesprong, het realiseren van de energiesprong, verduurzamen van onze mobiliteit, het inzetten op openbare gebouwen als ons uitgangsbord, zoals School Zuid bijvoorbeeld, het energiebewuster beleid in zaken openbaar verlichting, waar we nu bezig zijn met verleiding, en het integreren van duurzame energie
bij inrichting van stadsdeel, woonzones en bedrijventerreinen. Ondanks de inspanning die werden geleverd, zijn er toch een aantal doelstellingen niet gehaald. En nu met het oog op het verstreken van de doelstellingstermijn van het eerste burgemeesterconvenant, dat eindigt in 2020, waar we toch zien dat we niet aan ons 20% geraken, is er een opvolger die toch, heb ik wel de indruk, maar meer serieus bekeken wordt, waar dat burgemeesterconvenant voor klimaat en energie nu noemt, met doelstellingen tot 2030. Het gaat over een vermindering van de CO2-uitstoot met 40% tegen 2030. Alle burgemeesters van de leden al gemeente hebben dat al ondertekend. Dat was op 14 juni afgelopen jaar. En daaraan verbonden is er de bedoeling dat er dan terug een actieplan wordt opgemaakt. Vanuit de meting, vanuit de analyse van de risico's en kwetsbaarheden op vlak van klimaatverandering. Dat moest binnen de 2 jaar... ondertekend en voorlegd worden en na ondertekening van burgemeesterconvenanten, dus we zijn mooi op tijd. Je hebt allemaal het CCAP kunnen zien, het klimaatactieplan. En nu is het aan de gemeenteraad om dit regionaal klimaatactieplan goed te keuren. Voorstel van beslissing is dat het akkoord gaat met de aanvulling ook en ondertekening van de adhesion form door de burgemeester, dat het CCAP officieel kan ingediend worden bij de Europese Unie. Alsjeblieft, voorzitter. Dank u wel. Ik heb een tussenkomst van de voorzitter van de fractieleider van CD&V, Thomas Hielemen. Je krijgt het woord. Ja, ik kan kort vragen. Hallo. Het zijn inderdaad ambitieuze ambities en dat mag zeker ambitieus zijn, maar we stellen toch vast dat er de vorige doelstelling niet echt onmiddellijk gehaald is. Haalbaar zijn de huidige ambities, want momenteel, ze zijn toch nog zeker ambitieus en hoe betaalbaar zijn de nieuwe ambities? Klopt het dat eerste acties eigenlijk het doeltreffend zijn en dat we eigenlijk al de gemakkelijkste inspanningen en de betaalbare inspanningen eigenlijk eerst had hem? Het is wel, Thomas, dat we... Het is de bedoeling voor ook de sense of urgency hier te gaan tonen. Nee, het gaat niet gaan, maar gewoon verder doen. Mijn Europese 13% of 14% nu haalt van de 20 die we hebben gesteld. Dat nog te weinig, maar ondertussen weten we ook veel meer en zien we ook veel meer van waar dat allemaal komt. Lokaal, we zitten lokaal bezig. Dus lokaal gaan we ons steentje moeten bijdragen. Maar we merken ook dat zowel Vlaams als federaal dat er aan gewerkt wordt en Europees met de Green Deal. Dus het wordt op verschillende domeinen aan gewerkt. Ook mondiaal zijn er toch wel heel veel beweging. Waardoor dat allemaal tezamengelegd wordt, is het naar het inschatten van mensen op 10 jaar, de komende 10 jaar, moet het mogelijk zijn, en ze zijn ambitieus, maar moet het wel mogelijk zijn om daar te geraken. Je ziet ook wel heel wat evoluties op dat vlak. Ondertussen, elektrisch rijden, als je een reclamespot ziet op een televisie deze dagen, is het ofwel hybride ofwel elektrisch. Eigenlijk zie je daar al een grote, waar dat impact heeft. Als je te lezen hebt in het taxiplan, als je dat nog kunt stimuleren als stad, moet je dat doen. Omdat dat vrij veel impact heeft. Bijvoorbeeld maar er zijn er wel nog, rond aanplant bomen bijvoorbeeld, die ook een grote, waar je kunt impacten. Dus, met een indicatoren waar we kunnen gaan kijken van wat moeten we doen om er te geraken. En onze scope dat we in ons groenplan gezet hebben, dat is 2040, hebben we ook wel bekeken om de aanplant en dergelijke meer op die lijst te schoeien. Dus ambitieus ja, maar dat is niet onmogelijk. En we hebben ook wel expliciet gekozen met beleid, met bestuur, deze legislatuur, om er ook in te investeren. Dus ik zie wel zeer veel verbetering mogelijk de komende jaren om daar aan te werken. Dus op zich heb ik daar wel een goed oog in. Is dat voldoende, Thomas, voor jou? Hallo. Thomas, ja, is dank dat wel goed voldoende voor jou? Ja, ik had een duimpje. Ik heb zojuist een handje zien waar ik van de Nabio. Nog voordat ik de goedkeuring draag. Rick? Klopt, dank u voorzitter. Wat mij opviel op de gemeenteraadscommissie bij de uitleg,
dat de volledige verleiding daar bestempeld werd als ja, verwaarloosbaar. Dat deze maar op 0,20 of 25, denk ik, geschat werd. Ja, Rick, dat klopt. He. Omdat we op dit moment ook groene stroom kopen. Die CO2-neutraal opgewekt wordt, of toch bijna CO2-neutraal. Dus in dat vlak, die 0,20, heeft vooral naar het verbruik dat nog minder gaat zijn, maar uiteindelijk helemaal groene stroom, of in de productie zelfs, maar uiteindelijk helemaal groene stroom dat we nu aankopen met de gemeente. Dus in dat vlak, CO2-reductie valt inderdaad tegen. Voor gemeenten die nog niet die geen groene stroom kopen, denken we ook niet dat er zoveel is in. Is dan een andere zaak. Het voordeel van de verleiding bij ons is dat je gaat kunnen regelen hoe dat het gaat en hoe dat we het kunnen afstellen. Nee? En daar kan er eventueel nog wel wat extra winst op zitten op CO2, omdat je op zich energieverbruik is sowieso een verbruik. En op sowieso zit er nog wel een CO2-verbruik achter, maar heel minimale groene stroom koopt. Nee? Dat is de reden. Dat er zijn andere posten of dat je eigenlijk wel meer impact kunnen dan verleiding. Ja, en ik had daar ook nog een vraag over gesteld, over de windmolenparken op zee. Mm-hmm. Die zijn geplaatst met heel veel subsidies, vooral uit Vlaanderen. Nu komt stukje bij beetje al die stroom aan land. Mm-hmm. Maar we zien dat niet vertaald in een vermindering van de stroomprijzen. En als je dan ziet dat er nog een kabel getrokken wordt naar Engeland, is dat vinden wij dat helemaal raar, dat overschot, die eigenlijk voor de Vlaamse zin en de Belgische zin bedoeld is, dat die dan doorverkocht wordt en dat wij met dezelfde prijzen zijn en daar niet kunnen van genieten. En ik had daar geen deftig antwoord op gekregen. Nee, ik denk ook niet dat Merel van Leeuwen al door een deftig antwoord zou geven. Ik denk eerder dat uw vragen, dat die Vlaams oriënteerde of federaal en zelfs internationaal naar over Engeland gaat. Misschien moet er een vraag gesteld worden daar. Maar ik wat. Ja, dat komt aan land. Ja. Dat niets met haarbieken te maken. Niet het enige dat er met haarbieken te maken is, is dat IFI erin investeert en dat terugstroomt naar de stad in dividend. Ja, het is dat. Maar toch, als je ziet hoeveel gezinnen er normaal kunnen bedeeld worden met die stroom, dan moet er daar toch een keer een kentering in de prijs in zetten. Misschien moet je een keer een YouTube-filmpje ervan maken. Ik ga een keer proberen vanuit die boom. Oké, dank u. Oké, mogen we dat hier afronden? Dan ga ik dan toch moeten de goedkeuring vragen voor dit regionale energieklimaatplan opgemaakt door Leijendal. Ik ga eerst en vooral mijn tour doen en dat is starten bij de VLD. Akkoord. N-VA. Akkoord. Fleur. Akkoord. Vlaams Belang. Onthouding. Onthouding. CD&V. Akkoord. Akkoord. En SPA Groen. Akkoord. Ja. De algemeen directeur 1, onthouding. De rest is positief. Dan gaan we naar punt 15. Regionale ruimtelijke energiestrategie opgemaakt door Leijendal. Hier wordt onze goedkeuring. Dus we gaan nu naar de strategie over. Thijs, alsjeblieft. Ja, inderdaad, dat over de energiestrategie. Opgemaakt met de samenwerking met Leijendal door Leijendal. De regio heeft sinds is 11% dus gereduceerd. Ik had dat juist over 13, dit houdt over de regio, is 11%. Dus om een reductie van die 40 te halen, had er nog een tandje bij moeten gestoken worden. En dat wil zeggen dat we daar die volgen moeten voor gaan. De realisatie van de strategie zou er moeten voor zorgen dat de ambities wel kunnen ingevuld worden. Dus
Er zijn verschillende pistes. Er wordt ingezet op energie-efficiëntie. Benutten van restwaartepotentieel. Het shift van fossiele brandstoffen naar elektriciteit en op lokale productie van energie. Je ziet daar concrete doelstellingen waar dat er ook een percentage bij staat. Dit gaat tot 2030, maar sommige punten die hierin staan, zijn, het is eigenlijk indicatief, omdat je kunt nog switchen en kijken van wat gaan we hier nu aanpakken en hoe kunnen we dat verwezenlijken in onze stad. Met die bemerking, een aantal bemerkingen die je op deze acht punten hebben toch wel bemerkingen gemaakt. En in deze versie werd in die bemerking ook meegenomen dat we daarin gemaakt zijn. Leedal heeft ondertussen ook een brochure en een folder en een studiebundel gemaakt, die ook mee in de nota zat. En bij deze is het ook de vraag voor dit regionaal ruimtelijke energiestrategie door Leedal opgemaakt, goed te keuren. Misschien niet onbelangrijk in deze is dat die kan ook gebruikt worden op verschillende plaatsen, net zoals het voorgaande punt, als je de strategie hebt en als je een klimaatactieplan hebt. Wel goed naar refereren en heb terugvallen als je een projectsubsidie of als je ergens wilt ondersteuning krijgen financieel om bepaalde acties om te ondernemen, kun je daar ook op terugvallen. Dat is niet onbelangrijk in deze beide het klimaatactieplan als de regionale energiestrategie. Alsjeblieft. Ik zie niet direct tussenkomsten gevraagd, vandaar ga ik goedkeuring wachten. Ik zie hierom en ik er iets in de chat komen. Ja, maar het zijn al andere dingen. Ja. Wij gaan over tot de stemming. Op een VLD. Voorzitter, ik had het woord gevraagd in de chat, maar blijkbaar loopt er wat verkeerd in de chat. Ja, maar nee, oké, hier een hele chat ding, maar niet. Maar dat woord, dat dan een beetje... Dat woord staat er boven, ja. Staat er heel boven. Maar het zit dan hier in de achterpij dat... sorry, dat van de vorige keer was. Wouter, mijn excuses. Geen voorzitter. Ik wil daar juist even een korte tussenkomst in doen. Onze fractie gaat de punten goedkeuren. En we zijn ook tevreden dat het die aanpak met een bovenlokale insteek gebeurt. Waarbij het eigenlijk ook op Wielsbeke na dezelfde gemeente zijn. Die instappen in het verhaal. Dus ik vind het eigenlijk wel heel positief. Want ik geloof in... zoals ik eerder gezegd heb, dat ik een voorstander ben van een inter- en bovengemeentelijke samenwerking. Maar ik wil toch even nog heel kort mijn tussenkomst van de vorige raadscommissie herhalen. Dat de doelstellingen ambitieus mogen zijn, moeten zijn zelf, maar ook realistisch. Ik verwijs ook naar de tussenkomst van Thomas in het vorige puntje. Waar dat hij eigenlijk grosso modo hetzelfde zei. Maar waar ik verder wil op inpikken is... Ik heb nog altijd sterke bedenking van het plaatsen van 15 bijkomende windturbines tegen 2030. In een dicht bebouwde regio en bevolkte regio waar we nu zijn. En we weten allemaal dat bezwaren, vergunningsbetwisting en juridische procedures... gaan opduiken en het zal een gezare stukje worden om dat te realiseren. Dus laat ons zeggen, ik hoop dat het lukt, maar hoop voor de best, prepare voor de worst. Ja, Wouter, ik ben eigenlijk wel tevreden dat je het zo aangeeft, omdat je nog altijd wel positief bekijkt de zaken. Er zijn veel meer plaatsen waar je er kunt zetten, windmolens, en ze ook al bekeken naar de parameters dan dat er op staan. Maar het is waar dat het niet meer effecten en andere wat meespelen bij windmolens. Maar wat ik zeker nog een keer wil benadrukken, toch het feit dat dit hier nodig is. We zien nu heel tijd, of hele dagen eigenlijk, de gevolgen van het klimaat die aan het veranderen is. We moeten daar iets aan doen, dat buiten kijf staat. En vandaar ook dan die ambities duidelijk moeten zijn en dat je ook duidelijk moet gaan kijken hoe je ze kunt zo snel mogelijk uitrollen. En ben blij dat je ook daar positief naartoe kijkt. Want eigenlijk, je kunt daar zeggen van, goh, dat helpt toch niet, maar dat is niet waar, dat helpt. Er zijn veel inspanningen die helpen en wij kunnen er als stad ook heel veel aan doen. Niet alleen in een voorbeeldfunctie, maar ook om mensen te stimuleren om dingen te gaan aanpakken. En dat is ook wat we moeten doen, denk ik, want er is een sense of urgency. Het is dringend nodig. Dus
daarom ben ik ook blij dat je aangeeft dat je dat we gewoon voor het beste mogen toch zien of dat worst komt, maar liever niet natuurlijk. Laat ons hopen voor die achter ons komt niet. Dank u. Dus ik heb begrepen van de Open VLD. Oké. Okay. Ja. Dan ga ik naar N-VA. Oké. Okay. Nu dan naar Fleur. Oké. Okay. Vlaams Belang. Oké. Okay. CD&V. Oké. Okay. SPA Groen. Oké. Okay. Voilà. Op dit punt is goedgekeurd met unanimiteit. Dan stap ik over naar punt 16. Dat betreft een erfpachtovereenkomst voor een elektriciteitskabinet ten voordele van Fluvius in de gemeente Schoten-Staatsem. Goedkeuren van de erfpachtvoorwaarden zoals bepaald in de ontwerpakte voorgelegd aan de Vlaamse dienst voor vastgoedtransacties. Schepenaert zal hierbij wat uitleg geven. Alsjeblieft. Ja, dank u wel, voorzitter. Dat gaat hier inderdaad over een elektriciteitscabine in Stedelijke Basisschool Zuid. Op 12 november was er al een principieel akkoord vanuit het college voor het gebruik van dit lokaal. Dat is principieel werd daar voor een langdurig zakelijk recht onder de vorm van een erfpacht geopteerd. Wat dat nu voor ligt is de ontwerpakte met de voorwaarden zoals daaronder beschreven. En het komt eraan toe deze erfpachtvoorwaarden goed te keuren. Dus dat ligt hier voor op de gemeenteraad. Alsjeblieft, voorzitter. Ja, ik hoop dat iedereen alle voorwaarden heeft doorgenomen. Dan vraag ik de goedkeuring op een VLD. Ja, voorzitter, sorry. Ja, ik had de microfoon afgelegd, maar ja, inderdaad akkoord. Geen probleem. NBA. Ja. Fleur. Akkoord. Vlaams Belang. Akkoord. CD&V. Akkoord. SPA Groen. Akkoord. Ja, dank u wel. We blijven bij Schepenaert. Voor punt 17, diverse grondtransacties naar aanleiding van de nieuwe fietsweg ter hoogte van de Leizenpakking. Ja. Ik ga de uitleg laten nemen door Schepenaert, alstublieft. Dank u wel, voorzitter. Dat gaat inderdaad over... eigenlijk gaat het over de uitbreiding van de parking van de Deleuzewinkel in de Haverstraat. Waar dan zij ook terzelfde tijd een publieke fietsverbinding zullen aanleggen door hun parking. Dus naar het binnengebied tussen de Vinken en de Zuidstraat. Op die manier kunnen we fietsverkeer stimuleren vanuit de Arendstraat via de Merelstraat en het conceptproject langs de Zuidstraat over de parking en dan naar de Haverstraat. Het is eigenlijk een aanleg die klaar ligt om in de toekomst verder ontwikkeld te worden. Wie zich afvraagt hoe dat deze kost gaat, we hebben daar in de voorwaarden hebben we dit opgelegd als dat dit vanuit de lijst gefinancierd wordt om dit aan te leggen. Dus daar, dit wordt over, de kost hiervan wordt doorgerekend aan de lijst. Dus de stad heeft daar op zich geen kost aan en wordt ook aangelegd binnen die parking. Er wordt aan de gemeenteraad nu voorgelegd om deze goedkeuring te verlenen aan deze aktevoorwaarden. Alsjeblieft, voorzitter. Dank u wel. Ah. Ik wil nog een keer de vraag herhalen van de algemeen directeur, voor ik de ronde doe. Dat is om degenen die hun handjes opstaan en die het woord gekregen hebben, de handjes terug naar beneden te doen. Dank. En ondertussen gaan we stemmen voor punt 17. Open VLD. Akkoord. N-VA. Akkoord. Fleur. Akkoord. Hans Blanc. Akkoord. CD&V. Akkoord. SPA Groen. Akkoord. Dank u wel. Dan stappen we over naar punt 18. We blijven dezelfde schepen. Voor de verkoop van een lot stadsgrond op de Vrijdomkaai aan Aquafin. Hier wordt gevraagd om de ontwerpakte goed te keuren. Alsjeblieft, boys. Ja, een kort puntje over de pompstation op de Vrijdomkaai. Dat werd destijds niet formeel verkocht aan Aquafin en deze verkoop zal nu wel worden gerealiseerd. Het gaat over 15 vierkante meter, dus alle verkoopvoorwaarden zijn opgenomen in de ontwerpakte.
door notaris de Rot uit Kortrijk aangesteld door Aquafin. Het komt de gemeenteraad toe haar goedkeuring te verlenen aan deze voorliggende verkoop. Alsjeblieft voor de vraag gesteld. Oh, oh, ik zie hier wat in de chat. Maar ja, het is echt wel moeilijk. Als je serieus bent, dat je wel tussenkomt, of dat je gewoon inderdaad plezante tussenkomst met toen onder elkaar. Maar voor de stadsrond aan de Vrijdom vraag ik uw goedkeuring op een VLD. Akkoord. N-VA. Akkoord. Fleur. Akkoord. Vlaams Belang. Akkoord. CD&V. Akkoord. En SPA Groen. Ja, akkoord. Dank u wel. En dan gaan we al naar punt 19, de herontwikkeling van Centrum 1 binnen het nieuwe Marktcentrumproject. Ons wordt gevraagd een goedkeuring van ruil van keldergarages tussen de stad en privaat garage-eigenaars. Goedkeuren om de ondergrondse, de ondergrondse aantakking tussen Centrum 1 en de nieuwe markt mogelijk te maken. Schepenaert, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Het is zo dat er nog een pijnpunt is bij de herontwikkeling van het marktcentrum, met name de huidige toerit naar de keldergarage van Centrum 1, langs de Leijenstraat. Er zijn daar 32 autostalplaatsen, een grote stadsgarage, een berging en een hoogspanningscabine. Imora heeft geen ambitie meer om Centrum 1 verder te gaan ontwikkelen. En die uitbreiding op de gelijkvloers te realiseren. Maar zoals je weet, werken we daarvoor samen met Leijendal. Maar om de fysieke doorsteek te kunnen organiseren tussen de nieuwe ondergrondse parking van de nieuwe markt van het Binnenhof en de bestaande ondergrondse parking onder Centrum 1, zijn dus onderhandelingen gevoerd tussen de stad, Imogra en de familie van Weensbergen, die eigenaar is van de bewuste garage in Centrum 1. Deze garage is technisch gezien de enige beschikbare locatie, om deze ondergrondse doorsteek ook te kunnen realiseren. Deze onderhandelingen resulteren in een aantal afspraken, waarvoor het thans een drie partijen overeenkomst ter goedkeuring voor ligt. U kan die afspraken daar allemaal lezen, maar die komen eigenlijk samen in de voorgestelde beslissing. Dus de voorgestelde beslissing luidt dat er instemming wordt verleend met de ruil, beschreven in de drie partijen overeenkomst, in zaken de onroerende grondtransactie tussen familie van Weensbergen, eigenaar van garagebox nummer 3, uit de keldergarage van Centrum 1 en de stad. De garagebox nummer 3 van Weensbergen wordt geruild met de stad, die deze later als gemeenschappelijk deel aan de vereniging van mede-eigenaars van Centrum 1 zal overdragen als fysieke ondergrondse doorgang voor alle garagegebruikers van Centrum 1. Deel van de stadsgarage in Centrum 1 en de te verhuizen hoogspanningscabine worden in het kader van deze ruil door de stad afgestaan ten voordele van de familie van Weensbergen. Daar wordt het een nieuwe garagebox van 4 meter breed, 4,2 meter breed en een diepte van 5 meter. De stad neemt alle eventuele kosten van ruilakte, wijziging basisakte en bijkomende kosten die door de wijzigingen veroorzaakt worden ten laste. De gemeenteraad is bevoegd, gezien het een daad van beschikking is in verband met onroerend goed. Ik zie dat ook de burgemeester een aanvulling wil geven hierop. Misschien is het goed, alleen dat hij eerst een aanvulling nog heeft. Ik weet niet of dat nu past. Ja, maar het is eigenlijk maar een heel korte aanvulling, omdat er verwezen wordt naar een aantal documenten. En ik heb vanavond het bericht gekregen dat het document al getekend is door, en dat is eigenlijk de grote voorwaarde, door Imogra. Ja. Dus het is nog de familie van Weensbergen die ook moet tekenen. Dank u wel. Is dat voorlichting, Schepenaert? Ja, dat is voldoende. Ja, ik had een tussenkomst van Wout Patijn. En Wouter Boekhardt heeft ook het woord gevraagd. Ja, maar ik heb er nog. Alleen ja, het zal ik niet dit woord geven, maar het is Patrick. Het was de N-VA-fractie, inderdaad. Patrick? Ja, ja. Dank u, voorzitter. Het dossier gaat dus inderdaad over het ruil van de keldergarage in het Centrum 1.
Wij zullen dit goedkeuren, maar toch heb ik nog enkele vragen. En ik weet niet of de schepen op alles zal kunnen antwoorden, omdat ik ook wel wat vragen heb vanuit het verleden. Van ons beste. Misschien kan de burgemeester dan ook wel nog iets aanvullen. Iets geluider, Patrick, als je ook een meer. Er is hier uiteraard sprake in de fasering van het verplaatsen van de elektriciteitscabine. Hey, dat zal een niet evidente operatie zijn. Naar de nieuwe gebouwen, denk ik, is dit ondertussen al in de realisatie of verwezenlijk? Of wanneer zal dit gebeuren? En mijn tweede vraag daarbij, is daar een kost aan verbonden voor de stad of niet? Dan mijn tweede vraag, ik denk dat daar misschien dan meer de burgemeester zal kunnen tussenkomen, omdat ik zelf en de burgemeester bij de vroegere onderhandelingen daar aanwezig waren. En ik wil nog iets benadrukken, dat het niet de aantakking er niet gekomen is door IMOGRA, maar wel door de onderhandelingen die de burgemeester gevoerd heeft. En anders was er nooit geen aantakking geweest. Maar het gaat mij hier vooral over de feiten die eigenlijk niet alleen, we keuren hier dat dossier goed, maar het dossier heeft toch wel enkele feitelijke gevolgen. Ik zie hier onder andere instaan, de luchtafzuiging zou nu door de stad geregeld worden. Dat was in de vroegere afspraken zat bij IMOGRA, of zou dit geregeld worden bij IMOGRA in aanvulling van hun bestaande net in de nieuwe kelders. En gaat het nu ook enkel over deze garage, die afzuiging, of gaat dat over alle garages en de volledige ondergrondse kelder van Centrum 1? Hey, want dat zal toch wel een serieuze kost zijn, denk ik. Ik zie hier ook niks meer staan in dat dossier rond de dubbele poorttoegangen, die eigenlijk ook wel een centrum 1 om dat te gaan realiseren. Hey, er waren een volledig gesloten poort, weliswaar met open mazen, omdat dat brandveiligheid niet kon, blijkbaar. En dan nog eens een ander poort met verkeerslichten geregeld om de mensen van Centrum 1 toe te laten naar hun parking. En dan de volgende vraag is ook een belangrijke, denk ik, waar er heel wat discussie rond geweest is vroeger. Wat zal hier gebeuren met de brandtechnische maatregelen voor deze garagekelders van Centrum 1? Komen deze ook ten laste van de stad? Of zijn die nog te lasten van IMOGRA? Want wij hadden vroeger altijd begrepen dat zij hier niet wilden intussen komen. Of blijft het voor de Raad van de Mede-eigenaars van Centrum 1? Want eigenlijk zijn dat toch allemaal gevolgen van onze beslissingen dat we nu nemen. Komen deze beslissingen misschien nog later in andere dossiers op de gemeenteraad? En mijn slotvraag is dan, zijn deze ook ondertussen gebudgeteerd? Dank je wel. En Wouter Boekaert, okay. Die had zijn hand opgestoken. Oké. Dank u wel, voorzitter. Mijn tussenkomsten lopen eigenlijk een stukje parallel of zijn gelijkaardig aan deze van Patrick. Maar wij gaan ons voor dat punt onthouden. Niet omdat het die doorsteek niet nodig is, wel in tegendeel. Maar ontvuilt dat deze ruil eerder kon voorzien worden in het proces. Want deze doorsteek staat eigenlijk al vermeld in de nota van Palmboot en Partners, dus die het ontwerp gemaakt heeft in 2011. En ik citeer uit die nota. Aanpassen begane grondindeling en parking inrit van het winkel appartementsgebouw Leijenstraat. Ook in de best and final offer, dus of de BAFO, zoals dat afgekort wordt, met IMOGRA is opgenomen dat de verplaatsing van de in- en de uitrit naar de gemeenschappelijke in een uitred voor laten we zeggen, het oude en het nieuwe gedeelte diende te worden opgenomen. Bovendien is het zo, en dat is een beetje de reden van mijn tussenkomst, een beetje de schijfjes of de salami-politiek. Ik hou wel fijne vliezen waren, maar ik hou niet van salami-politiek. En er zijn nog een aantal bijkomende posten die gaan opduiken lasten onze stad. Patrick had er al eentje al van aangehaald. Dat zijn die verluchting van de oude parkeergarage, waar dat er op dit moment nog geen zicht voor is. Plus de aktekosten die nog opduiken. Ik vrees dat het marktverhaal nog niet the end of the story is. En vandaar mijn
mijn opmerking of mijn tussenkomst en ook vandaar het feit waarom we ons aan onthouden voor dit punt. Dus je noteert, ik ga, dat ze je naarten nog wel wat prepareren. Ja, graag. Ik ga voor sommige punten ook doorgeven aan de burgemeester van Alain, omdat ik denk dat hij dat ook wel een goed zicht heeft. Maar ik ga er al sinds al een paar duiden. De verplaatsing elektriciteitscabine, Patrick, ga ik nou vragen of dat toen al gebeurd is. Wat dat er wel belangrijk is in deze, is dat de kost voor de stad, voor de inrichting bijvoorbeeld van die garage, die andere garage van Weensberg, dat door Imogra gedragen wordt. En niet door de stad. Dus daar zit Imogra tussen. En in heel dat proces is het zo dat de mens, waar dat er eerst onderhandeling mee gevoerd worden, het zijn verschillende stappen. Eerst dit, Imogra zegt, jammer, het ontwikkelingscentrum 1. Hey, we zien er dat eigenlijk zo niet zitten. Ja, ze hebben dat eigenlijk gezegd, van we zijn er eigenlijk niet wel mee verder gaan. Er zijn ook gesprekken geweest met de heer van Weensbergen, maar die is toch gestorven, die mens. En toen hij zijn kinderen dat overgepakt, worden dat heel dat proces opnieuw moest gelopen zijn. Dus er zijn wel wat redenen dat toch niet is, denken dat oorspronkelijk in de BAFO beschreven wordt, Wouter. En dat geldt voor nog stukken op de markt hier en daar, omdat dat tenslotte ook al 9 jaar geleden is. Maar het klopt dat inderdaad door de tijd wel veranderd is. Dat ga ik totaal niet ontkennen. Wat dat zo is dat we wel mijn budget voorzien om ook die toegang toe te doen volgens mijn luchtafzuiging en zo. Er is budget voorzien in onze meerjarenplanning daarvoor. Dus daar dat is op zich geen probleem. Wat dat betreft die lichten, of die rode of die groene lichten, Patrick, daar is nu op zich, ik heb er nog niets van gehoord en is er ook geen sprake meer van, denk ik, Tom. Dat gaat in die zin niet meer van toepassing zijn. Wat dat brandtechnische betreft, ja, dat gaan we in het toeleggen van die van de toegang. Op het moment dat brandtechnisch in orde komt, dat gaan we zo gebeuren. En we hebben daar ook budget voor, maar we gaan dat ook als rol spelen samen met Imogra om dat zover te krijgen. Alain, misschien is het voor jou nog. Ik ga om een keer de volgende antwoorden, Wouter. Het is geen verplichting in een BAFO, dus het was zo opgenomen dat het uitbreidingscentrum 1, dat men daar een voorstel moest voordoen, maar dat de aanbieder eigenlijk die optie kon lichten, al dan niet. Dus Imogra heeft in de loop van de jaren dus de beslissing genomen om dat niet te doen. Ja. Dus moesten ze centrum 1 uitgebreid hebben, dus Imogra had dat recht. Op dat moment waren ze dus inderdaad verplicht om die koppeling van die garage sowieso uit te voeren, want dan moest sowieso die inrit van centrum 1 dicht. Nu, wat dat betreft de vragen van Patrick. Patrick, de cabine, dat klopt, die moet verhuisd worden, dus Thijs heeft er al op geantwoord. Wat dat betreft brandtechnische maatregelen, er zijn twee dingen. Twee punten. Het enerzijds de afzuiging, maar daar heeft Thijs al op geantwoord, dus dat bekeken wordt. En die lichten en dergelijke. Maar wat dat betreft brandtechnische maatregelen, die blijven de verantwoordelijkheid van de winnaars van Centrum 1. Concreet een paar voorbeelden geven. De poorten die er nu in zitten, die zijn in verschillende garageboxen, die zijn niet gekeurd. En ik bedoel, die zijn niet in overeenstemming met de vergunning, die zijn niet in overeenstemming met de keuring dat de brandweer daarvoor gemaakt heeft. Ze zijn daarvan op de hoogte. Ze hebben daar ook al van verwittigd geweest. Dus de mensen van Centrum 1, of de toenmalige syndicus en de huidige syndic, zou dat eigenlijk ook moeten al overgenomen hebben. Want ze hebben intussen een nieuwe syndicus, hè Patrick? Een tweede punt, wat is nog een brandtechnische maatregel dat ze moeten treffen, of dat ze weten dat ze moeten treffen, dat is ook voor eigenaars, zijn elektrische apparaten die in die keldergarages zijn of kunnen aanwezig zijn. Meer bepaald groepen die er staan te draaien of koelingen die er staan te draaien. Dus bijvoorbeeld warmtepompen voor airco's of warmtepompen voor diepvriesinstallaties van bepaalde winkels die er aanwezig geweest zijn. Dus ook dat is niet toegelaten. En dat eigenlijk zit in die brandtechnische maatregelen, maar dat moet door Centrum 1 zelf opgelost worden. Tot zover het antwoord. En Thijs heeft al de uitleg gegeven waarom dat komt, dat zo lang geduurd heeft. Eerst en vooral
heeft lang geduurd om de raad van mede-eigenaars te overtuigen van de zin van de aansluiting. Dat was een eerste punt. Ten tweede, het heeft ook lang geduurd ten opzichte van de familie van Wijnsberg. Het heeft dat al aangehaald. In eerste instantie was het samen met Weilen, de heer van Wijnsbergen, samen met zijn twee dochters en dan later door de onderhandelingen met de dochter zelf en de partners heeft het dus een hele tijd geduurd. Maar we zijn blij dat eigenlijk dit punt ook opgelost geraakt is, zodat we eigenlijk tot een afwerking van de markt kunnen komen. Dank u wel. Als ik dan nog even mag, voorzitter. Mm-hmm. Dus als ik het goed begrijp, dus alles dat brandtechnische maatregelen zijn, zijn of blijven ten laste van centrum 1. En zal de stad voor niks moeten tussenkomen. De afzuiging van Hans de Kelder garage zal dan wel door onze stad gerealiseerd worden. Aangesloten waarschijnlijk op een net van Imogra, die in de nieuwe kelder zit. En dan dus die poorttoegangen, die normaal gezien in mijn inziens toch wel verplicht zijn om te gaan compartimenteren. Daar is er nog niks over geweten en ook niet over de kosten van de eventuele verplaatsing van de elektriciteitscabine. Ja. Patrick, alles die verbonden is met het inrichten van die garage wordt opgenomen door Imogra. Dus ik ga nu ook navragen of die hoogspanningscabine erin zit. En ik ga dat laten weten. Zo. Oké, prima. Dankjewel. Met deze wijsheid heb ik genoteerd voor open VLD onthouding voor N-VA. N-VA. VWO. Ik heb er niemand te horen, dus ik ga door. VLD. Onthouden. Gezet, onthouding. Het is Fleur dat ik wil horen. Akkoord. Akkoord, Vlaams Belang. Onthouding. Onthouding. Dan heb ik CD&V. Akkoord. Akkoord voor CD&V. NSPA Groen. Ja, akkoord. Akkoord. N-VA ook door. En nu gaat nog een keer naar N-VA terug. Akkoord hoor. Akkoord. Ja, voilà. Wat ik zei toch. Waarvoor, dank. Dan gaan wij over naar punt 20. Dat betreft de politiezone Deerlijk Haarlembeke. Het goedkeuren van de dotatie 2021. En ik ga het woord geven aan de burgemeester daarvoor. Dank u wel, voorzitter. Dus het gaat dan hier over de dotatie voor 2021. Voor het budgetjaar 2021 voor de politiezone. Het budget zelf is de zitting van morgen op de politieraad. Ja. En het is zo dat het budget of de dotatie voor een totaal van 3.751.100 euro in exploitatie en 187.781,42 euro in investeringen ten laste van de stad Haarlembeke, dus volgens de verdiersleutel van 72% voor Haarlembeke. En dus 27,8% of zoiets voor Deerlijk, dat die volledig binnen de marges vallen van het meerjarenplan dat opgemaakt geweest is door de politiezone. Dus er wordt voorgesteld om deze dotatie goed te keuren. En morgen wordt er dan ook nog extra tekst en uitleg gegeven in de politiezone. Over het ja. Dan ga ik toe de region doen op het VLD. Akkoord, voorzitter. Akkoord, N-VA. Akkoord. Fleur. Akkoord. Vlaams Belang. Akkoord. CD&V. Akkoord. SPA Groen. Akkoord. Ik kwam twijfelen of dat micro al lag. SPA Groen. Ja, akkoord. Ja, dank u wel. Dat is unaniem dan. Voor punt 21, dat betreft de hulpverleningszone Fluvia. De eerste hebben wij een budgetwijziging en de dotatie van 2020. De burgemeester zal u meer uitleg geven. Ja, dank u.
Maar die twee punten even vloeien eigenlijk aan elkaar door. Dus als ik maar mag... we moeten wel apart stemmen, we moeten wel samen toeleggen. Ja, is goed. Want de budgetwijziging van 2020 heeft eigenlijk te maken... Misschien eerst en vooral zeggen dat wij dus in onze brandweerzone... ons aandeel is, ongeveer een 7% van het totale budget van de brandweerzone. En het is dus zo dat die budgetwijziging eigenlijk gaat over... het verplaatsen van de investeringstoelage, of van een stuk van de investeringstoelage. Het is zo dat normaal gezien een kazerneringsplan moest afgewerkt zijn en al op de gemeenteraad moest gekomen zijn, voor zover dat alle gemeenten hun akkoord gegeven hadden en dat de teksten zouden klaar geweest zijn, ergens rond september. Maar dat was niet het geval, waardoor we dus dit maar kunnen agenderen op de gemeenteraad, of de gemeenteraden van de respectievelijke gemeenten in december. En dat we dus eigenlijk die investeringstoelage voor de kazernering gaan verschuiven van het boekjaar 2020 naar 2021. Dus het punt 21 gaat over de budgetwijziging dotatie 2020. Waar we in principe dat stuk terugkrijgen. Voor haar, wat ik het betreft, dat een 213.900 euro voor die kazerneringstoelage. Maar, en dan ga ik onmiddellijk naar punt 22, en dat is budget van de brandweer, de hulpverleningszone Fluvia 2021. Voor volgend jaar, ja. Voor volgend jaar, waar dat dus het budget binnen de lijnen zit van het meerjarenplan, zoals dat het voorgelegd geweest is aan zowel aan de zone als aan de respectievelijke gemeenten, dat opnieuw diezelfde sleutel wordt gebruikt van plus minus 7% van de, voor haar opbeken van, van het totale budget. En waar dat in die dotatie nu tweemaal de kazerneringstoelage wordt opgenomen. Deze die verschoven is van dotatie 2020. En dan eigenlijk effectief de kazerneringstoelage van 2021. Dus 2021 voorzien we dan twee keer die kazerneringstoelage. En aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te geven aan deze dotatie. Ik zie geen tussenkomsten daarvoor en dan ga ik 1. De goedkeuring vragen voor punt 21, dat betreft de budgetwijziging en dotatie 2020. Open VLT. Akkoord. N-VA. Ook akkoord. Fleur. Akkoord. Vlaams Belang. Akkoord. CD&V. Akkoord. SPA Groen. Akkoord. Ja, en dan gaan we naar punt 22, budget en dotatie voor het jaar 2021. Open VLD. Akkoord. N-VA. Akkoord. 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 Vlaams Belang. Akkoord. CD&V. Akkoord. SPA Groen. Akkoord. Voilà. Dat is dan ook met unanimiteit. En dan gaan we over naar de toelage socio-culturele verenigingen. En daarvoor gaan we het woord geven aan schepen Francis Patijn. Francis. Francis. Schepen Patijn. Maak dat een keer wakker. Ja, en Jan. Ben hier, godverdomme. Wat je dan drinken, zeer? Ja, wat doe ik dan? Dus ja, komt jaarlijks terug in het budget onder het welbepaald artikel. Voorzien we steeds 10.000 euro als toelage. En dat verdelen we onder de socioculturele verenigingen, die dus niet nominatief in het budget opgenomen zijn. Dat zijn er dit jaar 91 die hun werkingsverslag hebben ingediend. 14 daarvan kregen al een toelage via een andere pot van de stad. En 2 verenigingen kunnen niet erkend worden als socioculturele vereniging. Dus hebben er nog 75. En we geven ze eigenlijk 133 euro. De toelageregeling moet aan deze gemeenteraad worden goedgekeurd en voorgelegd, aangezien er geen reglement bestaat in deze. Dus vandaar dat we het ieder jaar hier brengen. En ook op 12 november werd er een positief advies gegeven door de cultuurraad. Voorzitter. Dank u wel. Oké, want ik zie van alles in de chat. Ja, niet.
Wel, dan gaan we stemmen. Op een VLD. Akkoord, voorzitter. N-VA. Is goed. Fleur. Akkoord. Vlaams Belang. Akkoord. CD&V. Akkoord. SPA Groen. Akkoord. Dank u wel. Dank u. Dan is het vieren, het puntje 24, het vraagkwartiertje. Zoals naar een goede gewoonte gaan we dat uitstellen tot na de OCMW-raad. Maar het moet niet ver lopen, het zal niet lang duren. Want het eerste punt van de OCMW-raad betreft het zorgbedrijf, de aanduiding van de nieuwe vertegenwoordiger in de algemene vergadering namens het OCMW Haarlembeek op voorstel van de lijst SPA Groen. En dat hebben wij ook al gehad in de gemeenteraad. Dus waar schepen David van de Kerkhoven voorgedragen werd om inderdaad Winnie te vervangen. Dus ik veronderstel dat dat even goed opnieuw een unanimiteit is. Kunnen we er nog een zin in een chat over alles? Akkoord. En dan. Akkoord, ja. Wij over naar punt 2. Die de wijziging werkgeversbijdrage, tweede pensioenpijler, contractueel of personeelslid en nu van het OCMW. En zoals de burgemeester al zei, dat is hetzelfde dan in punt 10 van de gemeenteraad. Dus ik denk dat we iedereen op dezelfde basis mogen en dat niemand eraan twijfelt om dat ook voor de mensen van het OCMW te doen. Bij deze ook stel ik hiervoor dat dat nu unanimiteit wordt dan. Akkoord. Ja? Ja. Akkoord. En dan zijn we aan het einde van ons officiële punten, maar we zijn nog niet naar huis, nog niet klaar. Ik heb voor het vraagkwartiertje een hele race gekregen. Thomas, de fractieleider van CD&V, had gezegd dat dat iets te maken met knippen van straat. Maar je gaat ze af en toe leggen. Thomas. Geen bougement. Thomas. Excuseer, ja. Ja. Het is aan u voor uw variapunt. Dank u wel. Het is in verband inderdaad met de knippen van straten. En eigenlijk ja, een specifieke vraag omtrent het knippen van de Eikenstraat. Er is al sinds goed nieuws dat er nagedacht wordt over de vele fietsers die de havers wel breken en daar eigenlijk passeren. Maar ik zie eigenlijk door het knippen van de Eikenstraat verschillende verschuivingen van het verkeer. De eerste verschuiving die ik zie van het verkeer is naar de Steenbrugstraat, over Veldrijk, de Generaal de Preestraat, Stadshem, de Steenweg en dan richting de Eikenstraat om de parking te bereiken. Eerst en vooral dus de Steenbrugstraat en dan vooral ter hoogte van de Stadshemse Brouwerij. Momenteel is daar niet echt een gescheiden fietspad of een afgetekend fietspad en ook het uitwijken is er iets gevaarlijker. Vele fietsers maken hier de verbinding met Zwevegem, bijvoorbeeld via de Ipserse straat. En daarnaast moet ook de spoorwegovergang overgestoken worden. Stel dat er daar eigenlijk een knip komt, wat gebeurt er dan met de wachtende fietsers, de wachtende auto's en de kruisende fietsers? Daarnaast is er extra doorgaand verkeer naar de Veldwijk mogelijk. Bestaat de kans hier niet dat, extra parkeerwagen komen te staan? Bijvoorbeeld wanneer de zwemzone open is, is er nu al merkbaar in de Veldrijk dat er ter hoogte van de Masteluinstad veel geparkeerde wagens staan. Mensen zijn natuurlijk mensen. Bijna iedereen wil tenslotte zo dicht mogelijk bij zijn dat te bereiken locatie staan. En hierin bijzonder de zwemzone. We moeten ook rekening houden, zeker met de lokale jeugdvereniging daar, als daar extra verkeer zou komen, wat dat eigenlijk vooral op zondag ook dan het geval kan zijn. Er is opnieuw extra verkeer naar de Generaal de Preestraat, met opnieuw een spoorgang overweg.
Nadien moeten ze eigenlijk dan de Eikenstraat toch nemen om die parking of die zwemzone opnieuw te bereiken. En tot slot moeten ze dan opnieuw wegraken volgens de voorgestelde route. En dat is opnieuw dan ook de Eikenstraat. Dus eigenlijk voorzie ik daar, ik vrees persoonlijk dat er daar eigenlijk juist meer verkeer gaat zijn in de Eikenstraat dan vroeger, omdat er dubbele passage is. Het kan natuurlijk ook de bedoeling zijn dat de mensen over de Heerbaan gaan en dan de Staatshemse Steenweg. Maar daar zie ik eigenlijk ook opnieuw wat meer verkeer, omdat ja, momenteel is de kortste afstand als je van Deerlijk komt via de Oudenaardse Steenweg en nadien de Eikenstraat. Ga de Oudenaarsstraat. Ja, Oudenaarsstraat, ja. Idealiter zou dan zijn dat na de knip de GPS'en allemaal een update krijgen. En dan zou de GPS de route van de Heerbaan prefereren, want komende van de N36 is deze 200 meter korter dan door de route door Staatshem. Maar de auto's, waar willen ze vooral zijn? Aan de hoofdingang van de havers en aan de zwemzone. En deze is nog steeds dichtst bij de Eikenstraat, wat dat eigenlijk ook op alle publicaties vermeld is, ja, dat de hoofdingang eigenlijk de Eikenstraat is. En dan gaan ze eigenlijk zweven tussen de twee parkings en toch allemaal vermoedelijk naar de Eikenstraat gaan. Het was al te lezen dat de werken eigenlijk van start zouden gaan. Dus eigenlijk mijn concrete vraag is, gaan we het verkeer niet te veel verschuiven? Gaan we niet net meer verkeer in de Eikenstraat of moeten we dat anders bekijken? Ook meer verkeer in andere straten. Hoe gaan de bewoners eigenlijk van de Meerstraat hun huis bijna kunnen verlaten? Het was te lezen op Facebook dat er eigenlijk niet echt participatie geweest is. Vermoed alleen omwille van corona, maar ja, die mensen waren toch redelijk verontwaardigd op Facebook. Hoe gaat de familie, de vrienden, zelfstandigen, zijn landbouwers daar ook, de hulpdiensten die mensen bereiken? Zijn er nog steeds plannen om de parking in de Eikenstraat uit te breiden, wat al vroeger al nog een idee is geweest? Komt er dan eigenlijk een nieuwe hoofdingang in de Staatshemse Steenweg? Of blijft de Eikenstraat nog altijd het hoofdadres? En kan er eigenlijk in de plaats dan de Eikenstraat langs de spoorweg geen veilige fietsroute in de havers zelf voorzien worden, die eventueel dan ook 's avonds kan gebruikt worden? Dank u wel. Dank u wel, Tom. Dat is een hele hoop. Nu, de schepen kan een beetje tijd geven voor daarop te antwoorden, alhoewel de volgende vraag zal waarschijnlijk ook voor hem zijn. Dat was Koen, die in de variaal zijn notities gemaakt had. Dat ja, dank u wel, voorzitter. Goedenavond. Ik stel vast, naarmate we de deadline naderen van het gebruik van de witte vulzakken, dat er meer en meer inwoners zijn van Harelbeek die plots beginnen vast te stellen dat ze nog veel te veel vulzakken hebben. Nu, dat is pas de laatste twee weken dat ik dat eigenlijk begin vast te stellen in mijn omgeving, dat er daar nogal wat gezaag over is. Ik weet ook wel dat volle pakken kunnen teruggegeven worden op het containerpark met zijn toeslag voor de nieuwe vuilniszakken. Maar mijn concrete vraag is dan eigenlijk, zou dat nu echt niet mogelijk zijn om dat nog een maand of twee, drie te verlengen, dat die gewone losse vuilzakken nog kunnen gebruikt worden, totdat er daar eigenlijk nog meer verbruik van vuilzakken in geweest is, dat de mensen geen nieuwe, dat ze dat toch kunnen kwijtraken. Dus dat is eigenlijk de concrete vraag. Dank u wel. Dank u wel. Van Lise Marie heb ik ook naast haar tussenkomst van de puntjes ook al een stukje voor de Varia. En dat heeft iets met thuisleverdiensten te maken. Lise Marie. Ja, het zal waarschijnlijk de laatste keer zijn. Dus, is waar? Sommigen gaan misschien al denken, ze is daar nu weer. Maar enkele maanden geleden heb ik dus gevraagd om een opleiding te maken van de thuisleverdiensten in Harelbeke. En de vorige gemeenteraad heb ik mijn vraag en nogmaals herhaald naar aanleiding van de verplichte sluiting van de horeca. En ook het feit dat er natuurlijk veel horecazaken zullen overstappen naar takeaway.
En hoewel de schepen toen antwoordden dat ze hier niet echt de meerwaarde van inzag, ben ik toch blij dat Wouter de Puit, beleidsmedewerker lokale economie, hier meer oren naar had. Ondertussen werd er wat gesleuteld aan de Koop Lokaal ook digitaal pagina op de website van de stad. En hierdoor zijn er nu zeer overzichtelijke lijsten ter beschikking, met ook een aparte kolom voor de thuislevering. De lijsten kunnen ook worden afgeprint, zodat je ze kan uitdelen aan grootouders, buren, vrienden en zo verder. Mochten de overzichten nu nog kenbaar worden gemaakt via het H-blad en via de Parette Gazette, dan zou het helemaal ideaal zijn, maar alleszins al bedankt aan Wouter om hier werk van te maken. Bij deze wil ik dan ook een warme oproep doen aan alle raadsleden om de link te delen en om op te roepen om zoveel mogelijk lokaal te kopen en om geregeld eens takeaway te bestellen. De beste takeaway-stad van België zullen we dan wel niet meer worden. Kortrijk is al met die eer gaan lopen, maar ik ben er zeker van dat onze lokale handel het zou appreciëren als we met z'n allen de link delen met ons persoonlijk netwerk. Dank u wel. Dank u wel, Lise Marie. Dat klinkt een heel positieve boodschap. Dan ga ik naar Nancy de Beerst, die puntjes doorgestuurd had in verband en foto's ook, in verband met de wekelijkse markt en de banken langs de Leie. Nancy, aan u het woord. En dank u wel, voorzitter. Ik heb om de foto's vergeten te doen. Ja, mijn eerste puntje. Ik wil nog maar eens tussenkomen in verband met de wekelijkse markt die teruggekomen is naar het centrum. Het is natuurlijk allemaal een beetje dubbel. Er zou feest moeten zijn, maar dit kan nu even niet. We moeten buigen voor corona. We moeten de regels respecteren, wat niet makkelijk blijkt te zijn. Er is door de stadsdiensten hard gewerkt om de markt coronaproof te laten doorgaan. Er wordt aan alle in- en uithangen gecontroleerd. Handgel is er aanwezig. Dit is alvast positief. Maar op sommige plaatsen is de doorgang tussen de kramen te nauw en kan de veiligheid van de marktbezoekers nauwelijks gegarandeerd worden. Bijvoorbeeld langs de Vrijdomkaai. En dan zie je op foto's. Op andere plaatsen verloopt het dan weer wel goed. Ook aan sommige drukbezochte kramen staan de mensen soms te dicht op elkaar en kan de nodige afstand van 1,5 meter niet gegarandeerd worden. Veel hangt natuurlijk ook af van de goodwill van de bezoekers. Maar misschien moet er op de markt zelf ook meer gecontroleerd worden. Waarom spannen we geen linten of nadars in de midden van de hangen en zo een eenrichtingsverkeer creëren, zodat de mensen niet zoveel lukraak door elkaar lopen? En dan heb ik nog een tweede puntje. Ik zie dat de banken langs de Leie gearriveerd zijn. Waarom mag ik u onderbreken? Ja? Hallo. Die foto's? Ah, ja, ik ben bezig aan... Ik heb een technisch probleemje. Het lukt me niet voor ze uit mijn scherm te krijgen. Een ogenblikje. Oké. Ze kunnen ondertussen misschien Het is ook in verband... Zie ze nu? Voilà. De banken zijn daar. Absoluut. Net op tijd. Ja. Ik zie dat de banken ook gearriveerd zijn langs de Leie. En ze zien er precies zo uit als... het vooropgestelde ontwerp, dus met ruimte voor een boom en groen, maar zonder vuilbakken. Zijn die ook voorzien? En wanneer zouden die er komen? Dank je wel. Ja, Carlo, kun je nog een keer die andere foto's doen waarover dan als je het had? Ja, een beetje die drukte op de markt. Dat is vooral langs de Vrijdomkaai. Misschien kunnen die kraan ook wat verder uit elkaar staan. Ja, dat het zou ook al problemen een stuk oplossen. Ze kunnen inderdaad nog verder, hoor. De kramen gaat dat zien met een andere foto ook. Dan ze inderdaad nog verder kunnen. Kijk, hier kun je zien hè, dat die... Allee, ze kunnen nog een stuk achteruit, hè, die kramen. Want daar is het inderdaad wat stijl. Allee, Bruno. Ja, staan hier nog... Ja. Oké. Waarvoor dan, kan directeur... En dank je wel. Dan heb ik de volgende in de rij, is de heer André van Assen. En die had een en ander op te wenden rond Kerkhoven. André. Dank u wel, voorzitter. Zoals u gemerkt hebt, heb ik mijn tussenkomst
deze middag doorgestuurd. Ja, ja, ja. Om de burgemeester... Vandaar dat je op mijn lijst staat. Misschien de tijd te geven om een antwoord te zoeken op mijn vragen. Is dan niet direct. Ja, dat kan later dan nog gebeuren. Maar het is het volgende. Er wordt niet zoveel over begraafplaatsen gesproken op de gemeenteraad. Maar dat is toch een thema die veel mensen, waarvan veel mensen van wakker liggen. En we gaan, dat wij als raadsleden toch regelmatig vragen overgesteld krijgen. Ik wil ze een beetje centraliseren en overmaken. En mijn eerste vraag is te weten wie dat de persoon is dat wij kunnen aanspreken als we een vraag hebben of een opmerking over de begraafplaatsen. Ik weet niet, u gaat misschien dan globaal antwoorden, burgemeester, op de vragen. Ja. Maar ja, we gaan ze allemaal eerst. De tweede vraag is, wie beslist er over de indeling van de begraafplaatsen? Kunnen wij een uitleg krijgen over wie waar begraven wordt? Dat is niet nominatief, maar ik stel vast dat er verschillende typen van graven zijn. Maar niet iedereen weet dat en die liggen in Hulsten toch nogal ver uit elkaar. Er zijn dus daardoor ook plots heel veel zerken verwijderd. Gaat dat om een inhaaloperatie of wat gebeurt er? Gaat het enkel om het verwijderen van de zerk en blijft er wat eronder zit onaangeroerd? De mensen vragen mij dat ook, of dat de kisten of de kelders blijven zitten. Dan een persoonlijke vraag, wat gebeurt er met de oude zerken, met de kunststenen? Wordt dat afgevoerd, wordt dat verkocht? Daar zou ik graag een antwoord op hebben. En dan heb ik vastgesteld, tussen 1 november en 11 november, was het kruisje met een poppy die op de traf stond van onderluitenant Greenstedt op de begraafplaats in Oosten. Of dat iemand van de stad is die dat weggenomen heeft. Naar aanleiding van 11 november om het proper te houden. Maar volgens mij was dat kruisje met die poppy nog helemaal in orde. Of was het iemand van de Commonwealth? Daar heb ik van die mensen nog geen antwoord gekregen. Gewoon weten... wie heeft er de bevoegdheid om zaken weg te doen en niet. En dan nog iets voor de voornaamheid tijdens de begrafenissen. Bij de afscheidsmomenten op het stedelijk kerkhof, de gelegenheid van een begrafenis, kan dat toegepast worden zoals in de ons omliggende gemeenten. Dus te zeggen, de werknemers van onze stad staan daar tijdens de afscheidsdienst bij in hun werkkledij. En ik heb daar geen probleem mee. Die mensen kunnen niets anders doen, want ze hebben niet anders. Maar mijn vraag is, kunnen jullie iets voorzien, een soort ceremoniële mantel, die ze aantrekken tijdens het afscheidsplechtigheid? Dat gebeurt ook op andere kerkhoven, dat de familie daar niet de putterdaalders, zal ik maar zeggen, zien staan, geleund op hun schop. In hun werkkledij. Maar dat dat meer voornamer is, dat dat wat beter overkomt voor de stad. Dat waren mijn vragen, burgemeester. Ja, dat waren die dat ik doorgekregen had. Dan heb ik ook nog een vraag doorgekregen van mevrouw Fleur de Buk. Dat heeft over de fietszone op Thailand te maken. Ja, dank u wel, voorzitter. Nu, ik had een puntje omtrent de fietszone op Thailand. Los van de noodzakelijkheid en de motivering van het CEPE-college om van het eiland een fietszone te maken, vind ik het geen goed voorbeeld van burgerparticipatie, waar deze coalitie nogthans veelvuldig mee dweept. Zelfs wij als gemeenteraadsleden van de oppositie werden pas laattijdig geïnformeerd. Transparantie van bestuur is enorm belangrijk en als men een constructieve oppositie wil bekomen, dan lijkt voorafgaandelijke informatiedelen toch wel elementair. Nu, ikzelf nam zelfs kennis van de beslissing via het Facebook-profiel van een proactieve schepen, maar de officiële flyer kwam pas daags nadien in mijn mailbox. Als ik erover nadenk, vraag ik me soms af wat voor zin het heeft om als oppositieraadslid te fungeren. Voilà, dat was het. Dank u wel. En dan heb ik nog de heer Brecht van de Bury, die ook een tussenkomst zou doen om de wekelijkse markt. Ja, goedenavond, dank u wel, voorzitter. Ik had een tweetal tussenkomsten. Enerzijds de wekelijkse markt.
die ik straks als tweede puntje ga behandelen. Het eerste is de aanpassing van de leeborden versus de veiligheid van de fietsers en de voetgangers. Zoals ongetwijfeld iedereen al kon vaststellen, zijn de leeborden een echte trekpleister geworden op zonnige herfstdagen. Dit zowel voor menig wandelaar en fietser. Enkele maanden geleden stelde ik ook al enkele vragen aan Schepenaert om de veiligheid rondom onze leeborden te willen aanpassen. Meer bepaald luister ik graag eens naar de stand van zaken aangaande de reddingsboeien die gevraagd werden aan, rondom de leeborden. Op diverse locaties is het verraderlijk en gaan we vroeg of laat toch een keer te maken krijgen met een incident. Het zou triestig zijn om de perspas te halen wanneer dat die reddingsboeien er nog niet zijn. Tweede vraag, waarvan dat er zo net een foto wordt gedeeld met jullie. De hoogte van het wandelpad, evenwijdig met de Tweebruggenstraat, nemen nog dagelijks fietsers het wandelpad. Iets wat ook voor hinder zorgt voor de wandelaars op dit pad en onveilige situaties genereert. Ik kon momenteel slechts één geplastificeerd A3-document vinden die een fietsverbod signaleert langs dit wandelpad. Is er hier een duidelijker tijdslijn afgebakend wanneer dat er daar goede borden zullen komen om dat fietsverbod op het wandelpad aan te duiden? Vervolgens de fietsdoorgang die daarnet werd geprojecteerd. De fietsdoorgang ter hoogte van de houten brug die de verbinding maakt met het jaagpad kant van de Rietvoornstraat wordt momenteel versperd door betonnen New Jerseys. Dit langs beide zijden van de brug, waarschijnlijk om te voorkomen dat voertuigen langs daar het hazenpad zouden kiezen. Dit oogt helemaal niet op deze locatie, maar is bovenal een opstelling die niet echt veilig is. Kan er ook hier met waterwegen en zeekanaal aangedrongen worden op een iets esthetischere oplossing? Eventueel gewoon het draaien van die betonnen New Jersey en een deftig kleurtje geven, zou ook nog de passage van voertuigen verder verhinderen en heeft een iets veiligere, bredere fietsdoorgang mogelijk in functie van de huidige opstelling. Het tweede puntje gaat hem inderdaad over een korte reflectie van het huidige marktgebeuren. En daarbij sluit ik mij voornamelijk aan bij de opmerkingen die reeds werden gemaakt door collega De Beerst. Evaluatie van de donderdagmarkt op het vernieuwde Marktplein. Ondertussen kon er reeds 2 maal de donderdagmarkt opnieuw doorgaan op de werf van het nieuwe Marktplein. Net zoals enkele inwoners bezochten ook wij het marktgebeuren. We vinden het dan ook meer dan vanzelfsprekend dat de handelsmarkt doorgaat op het Marktplein, maar we betreuren ten zeerste dat je als inwoner bezoeker van de donderdagmarkt nog te veel het gevoel krijgt van op een bouwwerf uw inkopen te doen. Het is en blijft een jammerlijke keuze om kost wat kost november 2020 te hebben willen aanhouden als verhuisdatum. Beter was toch geweest om januari 2021 als streefdatum te hebben genomen om in een volledig nieuw en afgewerkt kader de markt te verhuizen. Na ons bezoek aan de wekelijkse markt hebben we enkele bedenkingen genoteerd waaraan we graag de nodige aandacht wensen te vragen om deze situatie te verbeteren. Deze zijn samengevat in 9 korte puntjes. De eerste, die we toch wel graag even zien behandeld worden, de gemachtigde opzichters ter hoogte van het zebrapad op de N43 zijn iets te overijverig wanneer ze de verkeersregeling en het oversteken moeten begeleiden van menig bezoekers. Ze komen over als een springend veld door te pas en te onpas het verkeersstel te leggen, zodat de voetgangers, ook al is er maar 1 iemand die nog in aantocht is, al over te laten. Dit veelvuldig stilleggen van het verkeer genereerde de afgelopen 2 weken onnodige files op de N43 in beide richtingen. Waarom werd er hier niet gekozen om in de eerste maand van deze verhuis begeleiding te voorzien van PZ-havers? Dit zou kunnen bijdragen tot een coaching en een betere begeleiding van hun taakinvulling. Het tweede, op vlak van mobiliteit, wordt er gepromoot om zoveel mogelijk met de fiets nog onze bewegingen te doen in het stadscentrum. Hoe zit het met de huidige fietsstalling die voorzien is ter hoogte van de nieuwe markt? Waar en wanneer komen deze er? Want momenteel is het gevoel en ook het straatbeeld dat er heel wat fietsen niet worden zorgvuldig gestald, maar gewoon tegen de gevels worden aangelegd. Hoe zit het met de voorzieningen van armleuningen als puntje 3 ter hoogte van de trappen om af te dalen richting de Vrijroomkaai? Momenteel zijn er voor de minder mobiele personen geen voorzieningen aanwezig om hen veiliger deze trappen te laten afdalen op de markt richting de Vrijroomkaai. Zelfs een tijdelijke schuinhelling is niet aanwezig om rolstoelgebruikers de passage van de markt naar de Vrijroomkaai te laten maken.
We kunnen toch onmogelijk verwachten dat die zijn ommetje maken via de Marktstraat, Leestraat, Tweebruggenstraat om zo hun inkopen te doen op de Vredomkaai. Hoe zit het trouwens met de rolstoellift die ze steeds was voorzien bij de bouw van het paviljoen? Nou, om daar die passage van de nieuwe markt richting de Leienborden te verbeteren en toegankelijker te maken. Als vierde punt, wanneer het volledige marktplein is aangelegd, blijven dan de marktkramers die momenteel staan opgesteld op de Vredomkaai daar ook staan? Of worden die allemaal geïntegreerd op het nieuwe marktplein? Zo ja, dan hoop ik toch dat er meer wordt gebruik gemaakt van het Parettenplein en zijn omgeving. Want de Vredomkaai is en blijft nog steeds een belangrijke aanrijroute voor de gealarmeerde manschappen van de lokale brandweerpost. Als vijfde puntje, de voorziene verkeersborden om de weggebruikers te verwitten van de onderbroken Vredomkaai ter gevolge van de markt, die normaal gezien zouden moeten geplaatst worden ter hoogte van de Schepstraat, Tweebruggenstraat en Vredomkaai, om de mensen te informeren dat de Toekomststraat en dergelijke niet bruikbaar is, lagen tijdens de eerste markt gewoon in de graskant en op het trottoir. Graag hier wat meer aandacht om die Vredomkaai en de veiligheid daaromtrent beter te garanderen. Wat dan de bemerking van collega De Beers betrof aangaande de opstelling van de Vredomkaai, wil ik een suggestie doen, indien mogelijk, om alle marktkramers daar op één lijn te plaatsen en niet tegenover elkaar opgesteld, zodoende dat er een duidelijker circulatie en overzicht kan bekomen worden. Vervolgens had ik nog een vraag wat voor de stad Haarlembeke een interpretatie is van de essentiële marktkramers. Als ik even keek naar de Facebook-advertenties van 3 november en van 31 oktober, waar dat er enerzijds wordt gecommuniceerd over de verstrengde lockdown en anderzijds enkel essentiële marktkramers zullen aanwezig zijn op het marktplein, vinden we het toch niet echt correct ten opzichte van de Haarlembeekse winkeliers dat er ook op het marktgebeuren bloemenwinkels en schoenverkopers, stoffenverkopers aanwezig zijn, terwijl de lokale handelaars hebben moeten sluiten. Als voorlaatste puntje, de marktbus. Hoe zit dat hiermee? Hoe lang wordt dit initiatief nog aangehouden? Wat is hiervoor de inbreng en de kosten op jaarbasis voor de stad Haarlembeke? We konden er volledig inkomen dat het transport tussen het tijdelijke verhuisde marktcentrum en de site Forestierstadion werd verzorgd door een bus van de diensten van Hizi. Maar nu vinden we het eigenlijk overbodig dat dat nog verder wordt gestimuleerd en in dienst wordt gehouden. Als laatste puntje, wat is nu de uiteindelijke stand van zaken van het ultramoderne toilet op de markt? Hoe zit het precies? Waren die waterleidingen nu effectief vergeten bij de plaatsing? En tegen wanneer mogen we de uiteindelijke werking verwachten? En hoe zal de uiteindelijke werking nu geschieden? Enkel met 50 eurocent of zal men ook moeten beschikken over een jeton die ergens af te halen is? En kan er, zolang dat de horeca gesloten blijft en het nieuwe toilet nog niet in werking is, gekeken worden om een toiletwagen te voorzien ter hoogte van het marktcentrum? Dank u wel. Dank u wel. Dat is mijn lijst van de tussenkomst die mij bereikt zijn voor, in de vooravond, tot in de vooravond. Maar ik had Wouter Boekhaert ook nog gezien dat hij zijn handje op de stoel had. Ik wil die ook nog het woord geven. Dank u wel, voorzitter. Ik denk niet dat ik mijn handje opgestoken heb, mijn woord gezegd heb, maar goed, dat er zeiden, dat speelt geen rol. Ja, maar het speelt geen rol. Goed. Ik kom juist even terug op de fietsstraten in Thailand. We hebben het er eigenlijk al in de raadscommissies kort over gehad. Dat er recent wat commotie was rond de invoering van de fietsstraten op Thailand. En goed, voor alle duidelijkheid en omheen verwarring te scheppen, we begrepen dat het belangrijk is dat er een veilige schoolomgeving is. En we ondersteunen dat uiteraard. Maar wat we wel betreuren aangaande de invoering van deze fietsstraten, dat dat gebeurd is met een eenvoudig briefje in de bus van de wijkbewoners, waardoor dat er natuurlijk wel wat ongerustheid, commotie en verwarring gezaaid wordt. Uiteraard in de huidige COVID-19 omstandigheden is het niet evident om een infovergadering te gaan organiseren. Maar goed, zo'n dergelijke ingrijpende gebeurtenis in een groot deel van onze stad. Het gaat niet over één straat, het gaat echt over een, laten we zeggen, bijna een deelgemeente.
vinden we dat in op een raadscommissie zou besproken moeten worden, maar toch minstens op een creatieve manier gekeken zou moeten worden om de inwoners daarbij te betrekken bij de invoering ervan. En gepost worden naar opmerkingen en suggesties, omdat de inwoners zelf hun omgeving best van al kennen. Ook wel weten, goed, het is niet omdat er 5 mensen klagen, dat er voor een 45 anderen ontevreden zijn met de situatie. Ik zeg niet dat het eiland niet vatbaar is voor verbetering, waarvan. Maar goed, het is zo'n klein beetje het gevoel dat er het paard achter de kar wordt gespannen in dat geval. En ik hoop dat er daar op korte termijn ook dan een evaluatie zal gebeuren. Hetgeen ook inderdaad in de huidige omstandigheden niet gemakkelijk is, omdat het verkeer en de schoolfunctionering ook anders is dan, laten we zeggen, in pre-COVID-tijden. Maar we pleiten er toch voor dat er daar toch even meer doordacht met zo'n dergelijke zware ingrepen wordt omgegaan in de huidige omstandigheden. Dat was mijn tussenkomst, voorzitter. Dank u wel. En ik kan ondertussen zien dat Wout Patijn ook nog een keer het woord vraagt. Ja, dat klopt. Ik had ook toch nog graag eens teruggekomen op het nieuws dat ons allemaal ter oor is gekomen. Inderdaad, de fietsstraten. Die worden ingericht op de wijk Het Eiland. 2 zaken daarover. 1, en ik sluit me daar ook aan bij wat collega Fleur en Wouter al hebben gezegd, de communicatie, het overweg die achterwege bleef. 2, ook inhoudelijk. 1, de communicatie en het overleg die achterwege bleef. Ik zelf ook als oppositieraadslid moet dat vernemen via Facebook. Dat is een fantastische mobiliteitsmaatregel. Ik vind het heel jammer dat dat niet op de commissie komt, maar ik vind het vooral jammer en redelijk onrespectvol tegenover de inwoners van het eiland zelf, dat zij gewoon een pamfletje, een flyer in de bus gedropt krijgen. Kijk, dat gaan we hier eenzijdig invoeren zonder enig overleg, nog los van de inhoud of je voor of tegenstander bent. En dat is wat je gaat moeten volgen. Ik vind dat voor een bestuur die participatie, overleg, communicatie en daar vele duizenden euro's voor uittrekt, echt ondermaats. En in de toekomst moet dat toch echt wel beter. Hè? En in de toekomst gaan jullie ook nog dergelijke maatregelen nemen. Jullie geven dat zelf ook aan. De andere weken, ik verwacht hier echt een betere inspanning naar de toekomst toe. Ik herinner mij nog levendig dat er een enquête werd georganiseerd over welke vuilnisbakken gaan we nu in het straatbeeld zetten in Haarlem. Ik heb daar toen maar lachen over gedaan. Dat bleef ook wel een beetje terecht. Maar een enquête over een volledige fietszone in een wijk, dat is te ver gegrepen. Dat was niet mogelijk. En in een corona was het perfect mogelijk om die enquête te gaan organiseren. Ik vind dat heel jammer dat jullie dat toch hebben laten schieten. Je kon perfect een pamfletje in de bus hebben gestoken met een link op de website. Vul die enquête in. En ik ben er zeker van dat er heel wat inwoners van het eiland die enquête zullen ingevuld hebben. Want mobiliteit ligt de inwoners altijd heel dicht bij het hart. En daarna kan je gaan evalueren. 2, inhoudelijk. Met onze fractie zijn we niet 100% tegenstander van de fietszone op het eiland. Zeker op lange termijn denken we wel dat dat wel zijn invloed en zijn nut kan hebben. Maar we stellen ons toch wel vragen om dat eenzijdig te gaan invoeren en dan zonder dat breed te gaan bekijken in het mobiliteitsplan. Nee, de vorige gemeenteraad heeft mijn collega Brecht nog gevraagd over eventuele mobiliteitsmaatregelen. Op overlijden, er komt een grote wijk daarbij, wat gaan we daar gaan doen? En dan wordt er altijd geschermd van, ja, we gaan wachten tot de mobiliteitsplan. Dat is eind 2020. Maar dan plots, bijvoorbeeld voor een knip of een stier dan, of een fietszone, dan niet meer wachten op dat, dan kunnen we dat toch wel gaan invoeren. En dat is niet verstandig. Dat is heel onverstandig, omdat je zonder dat mobiliteitsplan de effecten van je mobiliteit die daar rond gaan gebeuren, eigenlijk niet gaan meenemen. Ik denk bijvoorbeeld nu in het eerste geval aan de Gavenstraat. De Gavenstraat is dan een straat die enorm druk bezet is. Studio's worden daar gecreëerd, we hebben daarnet de parking van de Leijzen goedgekeurd. Nog meer auto's, we gaan de auto's gaan weren op het eiland ook. Dan gaat er daar nog meer autoverkeer in. En daar zie ik dan geen maatregelen. Ik hoop dat jullie dat heel snel gaan meenemen. Ik zag ook dat de burgemeester op Facebook dat aangaf. Dat is een probleem die bekend is bij iedereen. Als jullie gaan wachten tot dat mobiliteitsplan er komt, dan zijn jullie rekelijk te laat. Die maatregel moet nu komen en daarom is het onverstandig om dan nu eenzijdig die fietszone te gaan invoeren. 2.
Over de fietsstraten zelf lijkt het misschien ons wat een beetje te snel om een volledige wijk een fietszone te gaan maken. We zijn er zeker van overtuigd. Ik denk bijvoorbeeld aan de Weidagenstraat als verbinding naar de Havers of de Schoolstraat, waar dat de basisschool is. En je kan dat dan ook doortrekken over het plein en de Kouterstraat. Dan kan je een soort van kruis van fietsstraten gaan maken. Waar we zeker voorstander van zijn, maar dan om alle deelstraten erin te gaan trekken. Misschien kon dat beter gradueel gaan opgebouwd worden, inderdaad met overleg met de buurt enzovoort. Maar ik zie dat jullie dat absoluut niet hebben gedaan en blijkbaar was dat niet zo belangrijk om dat op te gaan. Dus als ik wil concluderen, ik hoop oprecht dat jullie dat in de toekomst beter gaan aanpakken. Dat is ook beter voor jullie zelf als bestuur, om de draagvlak te gaan creëren. Want nu krijgt er daar heel veel heis op jullie hoofd, terwijl dat perfect vermeden kan worden. Dus één, die participatie kan toch echt wel beter. En twee, misschien moeten jullie de maatregelen toch wel wat gradueler gaan invoeren, zodat inderdaad dat draagvlak gecreëerd wordt. Dat wil ik nu toch wel nog een keer zeggen. Ja. Dank u wel. Dan ga ik voor de antwoorden. Denk ik, als ik hier allemaal goed genoteerd heb, zal het levenaandeel voor Schepenaert zijn, maar ook de burgemeester en Kathleen die heeft bloemen gekregen, maar van mij mag ze eerst nog een keer, als ze wil, aan Lise Marie een antwoord of een opmerking geven. Misschien eerst, dat is dan al het eerste die voorbij is. Kathleen? Ja, dank u voorzitter. Nu, ik had eigenlijk het handje opgestoken, omdat je in Cobra ook ziet via het vragenkwartiertje dat de jaarrekening 2019 werd goedgekeurd door de gouverneur. Nu, wat Lise Marie betreft. Lise Marie, Wouter en ik hadden eigenlijk, of waren eigenlijk ook wel van mening dat we dat zeer ruim moesten verspreiden. En ik denk dat we dat ook gedaan hebben. Los van uw opmerking, die ik trouwens een terechte opmerking vond. Wat dat die meerwaarde betreft, Lise Marie, sloeg niet op het feit dat dat niet moest bekendgemaakt worden. Dat sloeg enkel op het feit dat we een bus-tot-bus verdeling niet als een echte meerwaarde zagen, omdat ten eerste dat kost ook heel veel geld en ten tweede dat wij het voldoende achten de kanalen die gebruikt zijn. Ook het Gadelbeeks krantje en zo werd ingeschakeld. Dus ik heb ook een paar mensen, zelfs oudere mensen, aangesproken. En ik had de indruk dat die eigenlijk allemaal wel wisten waar ze TKW konden krijgen. Dus ik heb op het ogenblik nog geen klachten gekregen dat dat eigenlijk nog veel meer zou moeten verspreid worden. Het gaat ook voor via Facebook, het wordt gedeeld. Mensen maken ook eigen reclame, want ik krijg er ook heel veel in de mailbox. Dus ik denk dat dat ruim voldoende is. Nu, voilà. Dat is dan positief. Dan heb ik voor de burgemeester de veiligheid rond de leienboorden. De kerkhoven die door André enkele puntjes aangehaald werden. En misschien ook iets rond de veiligheid op de wekelijkse markt. Of de coronaveiligheid, ik het zo noemen. Om dan inderdaad verder te werken met deze die de grote pak vragen dan op zijn bord kreeg. Waarom is dan eerst dit? Ik denk dat veiligheid rond de leienboorden, dat is de vraag van Brecht. Ja, dat is... Ik denk dat deze dat zal beantwoorden. Hè? Want dat gaat over die reddingsboeien en dan verkeerpuntjes en dergelijke. Hè? Thijs? Ja. Ja, dat is wel. Ik denk dat dat een antwoord is. Ik ga beginnen over de markt. Een paar antwoorden wat dat wel rond veiligheid zijn. Allee, veiligheid en rond coronamaatregelen. Ook van vragen van Brecht. Er is een probleem rond personeel bij de politie voor de inzet. Anders zou de politie inderdaad daar ook wel helpen om de mensen over te steken. Morgen is het politieraad en we hebben kandidaten voor de vakante plaatsen in te vullen. Nog niet allemaal, want we hebben er dan toch al een
5 van de 7 vakante plaatsen, dacht ik, van inspecteur. Dus dat zal in de toekomst dat al beter worden. Maar ik heb dat ook al gemerkt. Dus dat er inderdaad bij het oversteken die mensen zijn nogal ijverig. En de medewerking of het tussenkomen op het moment dat de verkeerslichten op groen staan en dergelijke moeten ze ook beter in het oog houden dan als ze niet alle verkeers tremmen. Wat dat betreft de opstelling. Vrijdag, Kai, maar dat zou Kathleen misschien nog extra kunnen beantwoorden. Als de markt er volledig staat, zal ze ook nog op de vrijdomkaai staan. Ja, dat klopt. Dat is ook zo ingetekend geweest. Dus ze zal blijven staan op de vrijdomkaai. Het gellend vlak is er nu ook al aanwezig. Het ligt nog niet volledig aangelegd, maar is bruikbaar. Nu, we hebben gevraagd om dat nog beter aan te duiden, zodat de mensen dat eigenlijk zichtbaar zien, dat ze dus via een hellend vlak ook naar de vrijdomkaai kunnen gaan. Dat wat dat betreft de essentiële marktkramen, dat was ook een punt van mij, maar het mag. Dus bloemen, stoffen, papierwaren, die kramen mogen. Ja. Voor alle duidelijkheid, er was maar één overtreding en dat was op de eerste marktdag, 5 november. En dat was iemand, hoe noemen ze dat, een marktkramer die zo met een product staat voor met nogal wat show erbij om de auto te symboliseren, dat mocht niet. Ja? Maar die man wou er eigenlijk, was van geen ophouden aan, die wou er per se staan. En ik heb gezegd van, als die er nog staat, dan moet de politie vragen, moet die geverbaliseerd worden, net zoals dat de anderen niet mogen hun winkel openen. Dan ga ik naar André. Wat dat de kerkhoven betreft, ik heb al een groot stuk antwoorden, zo, want ze zijn voor een stuk makkelijk op te lossen. Of te beantwoorden ook, omdat Frederik mij ook al de andere zaken bij aangevuld heeft. Dus de verantwoordelijke voor de begraafplaatsen, dat is Frederik van de Kastelen. Nu, als er specifieke vragen zijn, of praktische vragen zijn, dan kunnen die altijd naar Frederik gestuurd worden. Dus Frederik van de Kastelen kan dat altijd beantwoorden. Je mocht mij die ook altijd vragen, en als het is over concessies bijvoorbeeld, maar dan niet over persoonsgegevens, uiteraard, omdat dat valt onder privacy, maar over concessies, dat is op te vragen in dienst bevolking en dan bij het loket begraafplaatsen. Dan, de indeling van de begraafplaatsen, daar is een plan achter. Dus de verschillende kerkhoven zijn ingedeeld qua type begraven. De gewone grond, de concessies voor 30 jaar, concessies voor 50 jaar en dan uiteraard urnenkelders en de strooiweiden enzovoort. Ja. Er bestaat er een plan van, maar dat plan is beschikbaar voor mensen die op het netwerk van de stad kunnen. Het is niet onmiddellijk beschikbaar voor het publiek zomaar om, en niet dat dat een geheim is, maar het staat op het netwerk van de stad. Ik ga vragen of dat kan gedeeld worden ook voor het publiek, of minstens voor de gemeenteraadsleden, dat een keer zichtbaar is en dat uitgelegd kan worden. Wel, kan dat uitgelegd worden in een commissie bijvoorbeeld? Ja, bijvoorbeeld. Ja. Zit er ook een strategie achter? Om maar een voorbeeld te geven, André. Dus, en dat is eigenlijk een antwoord op uw volgende vraag. Verwijderen van zerken. Het is inderdaad zo dat... herinnert u, een aantal jaren terug hebben wij verwaarloosde graven aangeduid en hebben we dus eigenlijk een actie ondernomen ten opzichte van de concessiehouders om hun graven, dus van hun overleden familieleden of vrienden en kennissen, om die netjes te houden, om die proper te houden. Ook vervallen graven bijvoorbeeld, van zerken die volledig omgevallen waren of die weggezakt waren, die kapot waren. En in het verleden is het zo geweest dat er niet altijd zoveel graven opgeruimd werden. Dus ook na die periode van verwittigen van die concessiehouders en van nabestaanden, zijn dan eigenlijk ook acties ondernomen die zijn dan door aanplakking uiteindelijk de eigendom van de stad geworden. Concessies zijn verlopen, ofwel verlopen ofwel door verwaarlozing onze eigendom geworden. En we hebben die opgeruimd. Dus we zijn bezig met een inhaalbeweging. En in de toekomst gaan we dus verder de opruiming doen. Concreet, wanneer doe je de opruiming of wanneer doen we de opruiming? Als de concessies verlopen zijn. Of als de periode van
begraven in gewone grond verlopen zijn. Ja? In het verleden was dat minder het geval, om een voorbeeld te geven. Begraven in gewone grond kon heel lang of kon gebeuren dat een concessie op gewone grond is wettelijk bepaald op 8 jaar. Wij houden een termijn dan van 15 jaar, want het kon gemakkelijk gebeuren dat dat om 20, 25 jaar bleef. We doen dat nu niet meer. Ja? Omdat we dus ook wel merken dat de netheid dan ook achteruit gaat. Dus we worden opgeruimd na het verloop van de concessie. Of in het geval van gewone grond na 15 jaar. Wat gebeurt er in sommige gevallen? En dat is dan dat planmatig werken. De kist en wat dat nog rest van, het, van de begraaf, of van de mensen die begraven zijn, blijft in de grond of blijft in, meestal in de kelder. Er wordt weinig of nooit wordt er eigenlijk een ontgraving of een hoe noemen ze dat, een ontknekeling gedaan, of het woord noemt dat zo. Dus dat wordt in principe zo weinig mogelijk gedaan, omdat dat ook niet netjes is en niet leuk om te doen is. Dat is altijd wel een zeer gevoelige kwestie. Maar die grond wordt daar gebruikt. Ja. Ik ga een voorbeeld geven. De oude begraafplaats van Haarelbeke, een groot stuk, is nu aangelegd als een urnenveld. En dat ligt eigenlijk bovenop de grond van vorige begraafplaatsen. Of van vorige begravingen of van vorige zerken. Dus de zerken zijn weg. Er zijn verschillende begravingen boven elkaar gebeurd. Dat is eigenlijk voorzien voor 3 begravingen. En dan is eigenlijk de grond, wat we zeggen, vol. En daarbovenop kan men dan nog een urnenveld gaan inrichten. Ja? Ja. Om op die manier onze grond zo goed mogelijk te gebruiken. En eigenlijk de schikking zo goed mogelijk op de begraafplaats in te richten. Wat dat er gebeurt met de zerken, dat zit in de aanneming van, van diegene die de opruiming doet. Dus we doen om het jaar of om de 2 jaar een offertevraag of we schrijven een bestek uit. Dat zit daarin. Hè? De aannemer moet de zerken meenemen. Het is ook zo dat mensen weten, als het met concessies is, of zelfs de gewone grond, dat hangt uit. Mensen weten dat een graf zal verwijderd worden in de loop van het jaar daarop volgend. Soms neemt men dan ook zijn laatste stukken die op het graf staan weg. Dat zijn de familieleden of de omstaanden. Als het over monumentale zerken, en de vraag is natuurlijk, wat valt daaronder? Want dat is soms een discussie, want dat zijn bijvoorbeeld diegenen die in de hoofd hangen. Die laten we staan, of meestal laten we die staan. Die worden dan ook eigendom van de stad. Voor zover dat die eigenlijk niet beschadigd of niet kapot worden of kapot gaan. Ja. Als die kapot gaan, worden die eigenlijk ook verwijderd. Dus uw vraag van de hoogste was daar een voorbeeld van. Hè. Waar dan een paar graven uitgehaald hebben, waar dat kapotte graven waren. Nee. Dan het kruisje, of de poppie op het graf van luitenant Greenstedt. Heeft iemand dat weggenomen, maar zeker niet iemand van onze stadsmedewerkers. Het is dus zo dat wij zouden dat zeker niet doen. Ten tweede, als de zaken weggenomen worden op de grafzerken, dat is nu aan verloop van tijd. Dus bijvoorbeeld nu de bloemen op het kerkhof, afhankelijk van de weersomstandigheden, gaan die langer mee of niet lang mee, afhankelijk van het feit of dat gaat vriezen in de komende dagen of weken. En die worden dan op geregelde tijdstippen allemaal van de grafzerken verwijderd. Maar dit zeker niet. Dat kan ik wel bevestigen. En dan uw laatste vraag. Bij de afscheidsmomenten. Wij doen niet anders dan andere gemeenten, André. Dus onze medewerkers zijn in kostuum. Voor zover dat het is bij de medewerking, bij een asuitstrooiing, of bij het bijplaatsen of het plaatsen van een urne. In een urnekeldertje. Ja. Is het... voor de uitstrooiing. Is het voor het graven, dan zijn ze enkel al alleen aanwezig om hulp te bieden bij de begrafenisondernemer om de kist uit de auto te halen en naar de afscheidsruimte te plaatsen, omdat er nog een korte ceremonie wordt gehouden door de begrafenisondernemer samen met de familie. Maar dan verdwijnen onze medewerkers. Die staan daar niet bij, die zijn daar niet in de omgeving. Die zijn een werkledij voor alle duidelijkheid. En dan zijn ze werkledij. Waarom? Omdat ze dan effectief zwaar werk moeten gaan uitvoeren
En dat is eigenlijk die kist ofwel in de put plaatsen, ofwel in de kelder plaatsen of bijplaatsen van de grafzerk. Dus dat is eigenlijk de uitleg van alles wat de begraafplaatsen betreft. Dus ik ga vragen om die uitleg van het plan van de begraafplaatsen, dat daar een keer op een raadscommissie of dan minstens toch aan jullie maar kan medegedeeld worden. Ja. Oké, dank u voor de antwoorden. Ja, ik kan nog iets meegeven. Nominatief, dus, naast het plan kun je op naam elke begrafenis in Haarobeek, in Groot Haarobeek en Oost, digitaal. Opvragen, hè, digitaal. Hè. Dat kun je wel hè, op onze website via Zerkzoeker. Ja. Dank u wel. En dan is het leven aan de voor Thijs omtrent te knippen. De Eikenstraat, de vuilzakken. Ik heb het genoteerd, weet je toch? De leienboorden, de bankveiligheid. En dan 1, 2, 3, 4 omtrent het eiland. Thijs. Ik hoop dat je keel gesmeerd is. Ja, maar merci. Ik kan over het eiland, kunnen we op zich redelijk kort zijn. Ik hoor heel weinig inhoudelijke bezwaren. Men als stad als bestuur gekozen om fietsvriendelijk te gaan en fietsveilig te gaan. Op zich verandert daar bijna niets voor een inwoner. Het enige dat hij wel moet inplaten is de snelheid met de auto. Wat dat in het eiland ook sowieso is ook geen probleem van, maar anders verandert er dan bijna niets. Er zijn ingrepen, die kleinere ingrepen zijn, die veel meer veranderen voor de inwoners dan deze. Maar ik ben blij alleszins dat iedereen inhoudelijk toch niet zo bezwaren heeft. Dat vooral gaat over het proces. We gaan er natuurlijk op letten. Dat hebben we ook met corona. Ik vind niet dat een eenvoudig brief kwam. Mijn getracht om toch zoveel mogelijk uitleg te geven op die flyer door de communicatiedienst heb besteld. Dus in die zin vond ik dat ter plaatse wel iets dat zeker ook kon gebeuren. Ten meer omdat we in Thailand met een parkeerdruk zitten, met een parkeerprobleem. En op die manier pakken we de fietsveiligheid aan en moeten we daar wat niet in tussen komen om eventueel een aparte plaats te voorzien voor fietsers. Dus in die zin kan ik daar maar zeggen dat in post-corona-tijd misschien anders zou gaan. Maar er zijn andere inrepen die verder gaan dan dit. En in die zin, Wouter, je spreekt van 45 dat er toch niets over zijn en 5 wel. Het kan wel komen, Kert. Nee, mijn heel veel klachten over veiligheid van fietsers op het eiland en snelheid van auto's. We gaan ervan uit dat dit een van de stappen is om daarop tussen te komen. Dat is over de fietszone op het eiland, waar we trouwens ook heel wat positieve reacties gekregen hebben vanuit scholen bijvoorbeeld, maar ook van andere mensen die het zeer oké vinden dat het op die manier kan gebeuren. Dat de Haverstraat-probleem is er al lang een probleem. Om daartussen te komen, zijn er een aantal opties, maar ook daar moet je goed nadenken over. Men dat ook met de fiets dan over hoe dan we tussen komen en wat dan daar kunnen doen. Want het klopt, en die problemen zijn er al jaar en dag bij wijze van spreken. De lijst die dan een parking aanlegt, daarnaast dat gaat waarschijnlijk ook het verkeer nog wat meer naar daar trekken. Dus gaan we dan moeten nadenken wat we dat best doen om ook daar die veiligheid te garanderen. Wat dat wel is natuurlijk, dat de Haverstraat op zijn ontsluitingsweg is van Thailand. En dat we wel zeggen dat dat op zijn andere categorisering is. Dus we moeten in die zin ook ons beleid daarin moeten aanpassen. Dat is één. Twee, over de vuilbakken bij de banken. Ik vind ze veel geslaagde banken. Nancy, jij blijkbaar ook, Toon. Ik ben er vrij content over. Zelf heb ik dat we allemaal wel kunnen zeggen dat dat een mooi iets is op de leienboorden. Het is zo dat dat groen er nog moet ingezet zijn. Ja, dat klopt volledig. Vuilbakken zitten in ons vuilbakkenplan. Er staan er ook nog om daar ook bevestigd te zijn. Dat gaat op de looplijn zijn. Of ook de looplijn van wandelaars die er naartoe en er vanaf van weg lopen. Dat is de bedoeling om die nog goed te bekijken en daar op de gerechte en juiste plaats in die vuilbakken te hangen. Het toilet ondertussen, Dominico, daar zei dat volgende week normaal gaat opengaan. Dat klopt inderdaad. Ik ga ook even vragen of er een zetongske 50 cent nodig was. Maar misschien moet ik daar ook wel een keer een test doen voor dat te bekijken hoe dat als juist te houden. Dat kan wel wat hier. De reddingsboeien Brecht. Ik heb hier allemaal een redding Brecht. Het is een heel resum heb gesomd.
Ik heb er een aantal dat bij mij inderdaad zitten. De reddingsboeien, dat is van de Vlaamse Waterweg. Ze doen dat dus niet. De Vlaamse Waterweg doet dat niet. Bart Kallaert, ik heb hem dat bevraagd, nadat hij dat vorige keer gevraagd heeft, maar ze doen dat niet. De reden daarvoor ging hij nog hip vragen. Ik heb hem ook nog nagestuurd. Ik voorlopig nog niet gehad. Maar blijkbaar had dat niet er gewend. Ik heb gehoord omdat dat in korter kwaal gedaan was. Ook daar had de vraag geweest van hoe komt dat dan nog wel misschien kan. Maar je aan ons alleszins gecommuniceerd dat niet gebeurt. Dat klopt, die van dat symptoomsgebruik. De leeuwboeren zelf, die waar dat fietsen op dat wandelpad gaan, dat is inderdaad een conflict waar we verschillende keren mee geconfronteerd zijn. Het is zo dat de Tweebruggenstraat op zich een fietssnelweg is. Dus in feite moet fietsers op de fiets weggaan, op de straat. En ze mogen dat ook op de straat fietsen. In die zin gaan we dat ook kijken, we hebben een voorstel om door... ook daar de fietsers voorrang te geven, dat zit nog in het bekijken van BMC, maar we zijn er aan het denken hoe dat verder kan gaan, want en van zodra dat we daar de knoop doorgehakt zijn, kunnen we ook verder gaan met de officiële signalisatie. Want het klopt inderdaad, dat is voorlopig, die blaadjes die in de rang, dat is inderdaad, maar het was vooral voor de zomerperiode, dat er een druk gewandeld geweest is, en ook corona, tijden wordt er een druk gewandeld, en we willen toch een signaal geven voor fietsers, dat ze niet moesten zijn. Want er worden inderdaad te veel conflicten. Die betonblokken, DVW, de Vlaamse Waterweg, betonblokken aan de brug, zetten ze dan nog, eigenlijk koppelen ze dat wel aan de werf die daar geweest is, en nog een klein beetje is van de Vlaamse Waterweg. Ze zijn ook voor mijn doorn in het oog, we gaan dat drinken, kijken wat dat de oplossing kan zijn. Dat was al een keer besproken, toen was er nog een voorlopige laten staan. Maar ze zijn inderdaad benot dat er auto's gaan doorheen. Dus dat had er een alternatief moeten komen. En die foto, dat klopt, dat trekt het niet veel op dit moment, dus pakken we zeker mee om daar te gaan kijken hoe of wat. Op de werf, de fietsenstalling, neemt inderdaad ruimschoots voorzien op verschillende plaatsen rond de markt. Men er ook extra bijgezet, zoals in vergelijking met BAFO, om toch te gaan voorzien in hun fietsenstalling voor mensen die naar de markt komen. Dat is zowel langs de Leijenstraat een aantal zijn, of bij de andere Leijenstraat, als langs de markt aan de Marktstraat. Vrede omkuigen er ook wel nog staan. Dus op zich hebben we dat wel genoeg voorzien om te maken dat er genoeg fietsers kunnen er fietsen en fietsen wegzetten. Een vrij belangrijk iets voor mensen de fiets te krijgen zijn inderdaad fietsenstallingen. Dat speelt enorm mee in de keuze voor de fiets. Dat klopt volledig. Ben ik er aan het kijken? Ja. En toen nog de Eikenstraat. Ja, wacht, ik ga eerst... Oh, Koen met de vulzakken, Koen, dat klopt. En eigenlijk is dat voorspeld van het IMOG. Ze zijn eigenlijk op voorhand gezegd van mensen, want dat gebeurt een aantal jaar geleden, ook met de vervanging van de vulzakken, is dus dezelfde vraag gekomen. Ze zijn op dat moment ook een aanpassing gedaan, en dat is nog meer in het 100 gelopen dan tevoren. Dat zijn eigenlijk voorhand gezegd van, kijk mensen, we moeten strikt bewaken dat er daar niets anders mee gebeurt, want anders gaat dat in het 100 lopen. We willen eigenlijk tot daar, tot 30 november, tot eind november inwisselen en toch een maand een stop moeten opzetten. Want onze ervaringen is dat tot in het 100 loopt. Begrippen wel, dat we er nog de volle pakken kunnen sowieso terug, tot eind november. Dus dat moet je zeker meegeven als tip. Wat er nog over zijn, misschien rondkijken voor mensen die hem nog kunnen gebruiken. Aan mensen misschien die nog nieuwe zaken hebben, maar dat je het dan toch nog kunt meegeven. Maar dat kun je dan nog een keer aanraken op de Raad van Bestuur volgende week, Koen. Maar ze zijn eigenlijk op voorhand al duidelijk aangegeven dat een probleem kan zijn. En als ze dat gingen uitbreiden, dat dan een groter probleem met leven naar organisatie en dergelijke. Dus in die zin wordt het moeilijk om daar een aanpassing voor te doen. Maar hopelijk kunnen die mensen weg met er zaken door andere mensen. Ik zie nog een aantal vragen verschijnen van de trapleuning ter hoogte van de trappen van de Vredomkaai. Ik ga een keer welke trappen dat er dus juist mee bedoeld worden, want op de kant van Nergent is er trapleuning, dacht ik. Dus ik ga ervan uit dat dat op de kant op de markt zelf is, maar die gaan toch nog moeten komen, die gaan toch nog moeten bevestigd worden. En de traplift is verdwenen inderdaad met het paviljoen, dat hangt vast aan elkaar en eigenlijk besloten om dat voorlopig niet te doen met het college.
ook een vaste prijs voor de toiletten had dienst. Ja. Maar ik ga nog geen voorbeeld aan de bank, ik ga antwoorden, Nancy. Ja, het is zo. Nu, Brecht, die trap moet nog aangepakt worden, dat moet nog bevestigd worden, dacht ik. Want ik kan dat wel een keer aanvragen. Want ze zijn eigenlijk nog bezig aan de markt. De trap aan de Vrijdomkuizen af, aan de kant van de Leijenstraat, worden dat over alle armleuning dan. Maar de markt is er nog bezig, dus dat gaan afwerkingen zijn. Ja, en toen naar Dekenstraat. Dekenstraat, uw redenering, Thomas, zijn vrij gericht op auto's die komen van deze tiende Pijsikton. En vooral op auto gericht, die knip in Dekenstraat gaat eigenlijk over fietsveiligheid als vanuit de provincie, vanuit de deputatie, toch wel nastreven binnen de havers. Nu, wij staan er wel achter, met die vraag ook in die manier gekregen. We staan er ook wel achter die keuze. De bedoeling is, er zijn er ook een plannetje bij gestaan, de bedoeling is voor mensen te leiden in de IC-10-veld, de Heerbaan, naar de parking. Hier staat vooral het Forestierstadion, dat is een grote parking ook. En ten tweede ook in de Eigenstraat. Meer volk in de Eigenstraat, dat denk ik niet, omdat je eerst de andere parking gaat in als buffer, dus ik geloof dat niet. En die twee wegen, de Heerbaan, zowel als de Assemsestienweg, zijn op zich ook wel toegangswegen voor de havers. Ja. Dat hebben we ook zo naar een categorisering op zich. Dus op dat vlak denk ik dat ook geen probleem is. Nu, wat ik wel, ik hoor u zeggen aan de Giro, thuis zeggen, aan de Veldtrek, dat er een rotto stond vroeger. Ik heb dat dikwijls gepasseerd in de zomer. Ik heb dat nog nooit vastgesteld. Dus dat zou kunnen een probleem vormen, maar ik ga er vanuit van niet. Een van de redenen dat dit hier ook op tafel ligt, en mee ook dat er overwegingen bekeken worden door Infrabel. En Infrabel wil eigenlijk zoveel mogelijk overwegen weg. Uder ideeën rond de overweg aan Veldtrek naar de havers zijn dat er daar op termijn een fietstunnel zou komen. Het idee om de Steenbruggestraat en het idee om hem af te sluiten en tot te bekijken wat er andere maatregelen nodig zijn om daar iets mee te gaan doen. Maar dat zou betekenen dat zowel Steenbrug als Veldtrek minder auto's zouden te slikken krijgen. En niet meer. Dus dat zou inderdaad omgeleid zijn tot de toegangswegen dat ze voorzien. En Dekenstraat bluft de toegangsweg natuurlijk naar de havers. Wat dan ze wel bekijken met de provincie alweer, is ook de shift, de mobiliteitsshift. Dus mensen die normaal met auto's komen, dat ze eenvoudig en goed met de fiets kunnen komen in Bloebijkantstation. Maar aan de Weidagenstraat gaan we het kruispunt aanpakken, dus gaan we daar ook wel naar buiten mee komen, samen met de havers, om een trein te pakken naar de havers, om hier ook de fiets te pakken, tonen voor het laatste stukje naar de havers. Dus in die zin ben we ook die faciliteiten uit de rol om een shift in het verkeer die naar de havers komt. Ja, ik weet niet wat dat er in Jomlo nog gezegd is in de rand, want, ja, maar ik denk dat op de meerderheid van de vragen is geantwoord. Misschien al de rest van de antwoord meeneemt in antwoorden, terwijl dat iemand nog een fundamentele tussenkomst heeft of niet akkoord met wat dat scheep gezegd heeft. Ja, dat kan niet. Er is nog geen ding tekort misschien. De antwoord op de bus, de Martbus. Ah, de Martbus. Ja. Ik wil dat wel. De Martbus, moet dan nog bekijken. Nee, Pijs, Kathleen, dat we dat samen nog een keer moeten kijken. Nu, het is zo dat er dan misschien nog een optie hebben in de vervoerregio. Want er zijn andere steden en gemeenten die dat als vervoer op maat ook ter sprake gebracht hebben. Mocht dat nog kunnen, zou dat eventueel, moet je goed denken van waar of hoe gaan we dat nog gebruiken. Maar voorlopig zoek en kijk toch ook naar Kathleen. Maar ik denk dat het interessant is dat dat nu nog tussen Forestier en de markt rijdt op dit moment. En misschien kan dat zelfs nog verder ontwikkeld worden in functie van de vervoerregio. En ik denk dat dat een vrij interessant iets is om een tour te doen en om die manier mensen aan en af naar de markt te brengen. Dat dat wel een optie kan zijn om zeker nog later mee te pakken. Nu, ter aanvulling misschien. Het is de bedoeling om eigenlijk een proefperiode van 4 weken te voorzien voor die bus. En te kijken in welke mate dat die bus gebruikt wordt.
Op vandaag is dat niet zoveel. En ik denk ook niet dat dat effectief veel zal gebruikt worden. Dus inderdaad gaat er dan met Thijs bekeken worden hoe dat we dat eventueel kunnen oplossen. Ja. En als die mensen dan uiteindelijk toch de bus zouden nemen, dan zal de bereidheid er wellicht ook zijn om eventueel dat ticket te gaan terugbetalen. Maar echt waar, veel zal dat zeker niet zijn. Ja, ik denk dat we dan zo goed als rond zijn. En dan wil ik deze gemeenteraad afronden. Oei, ik denk dat Lien wel een antwoord neemt. Ja. In verband met het zorgbedrijf en de situatie daar. Maar Lise Marie ook voorzitter, zie ik. Of is dat niet? Is dat niet met de bedoeling? Een handje, maar ja, dat zie ik nu maar uit. Dus ik zie nog staan, Lien en Lise Marie. Misschien eerst Lise Marie? Nog heel eventjes over Thailand. Ik vind het wel een beetje flauw dat jullie de schuld steken op corona. Want uiteindelijk zijn er veel andere manieren digitaal om participatie te doen. Maar en dan los daarvan, iets dat ik nog vergeten was na mijn eigen tussenkomst. Ik heb hier vandaag in de brievenbus het magazine gekregen van Harel. Ziet het hier op de camera. En ik wilde nog zeggen dat ik het heel erg geslaagd vind. Dus proficiat aan iedereen die hier aan meegewerkt heeft. Dank u wel, Lise Marie. Alleen dan... Lise-Marie, misschien nog kort die ter aanvulling, maar corona en communicatie met zowel Ballingenweg als de infovergadering. Dat we moeten uitstaan en dat we nu gaan ook proberen digitaal te bekijken. Het is zo dat we ons participatietrajecten ook met het mobiliteitsplan in de Zandberg gaan gedaan. Daar is het nog gelukt binnen de hier omstandigheden dat er toen waren. Nu zullen we dat ook niet meer mogen. Maar het klopt wel degelijk dat dat deels ermee te maken heeft. En mijn tweede reden was heel duidelijk, was nog groter. En ik denk dat je daar, dat inhoudelijk ging die tweede reden en dat de voornaamste reden is. He. Dat we nu anders communiceren, dat klopt. He. We moeten heel veel nadenken over hoe dat we met heel veel vergaderingen en heel veel info-momenten moeten omgaan. We zijn daar ook actief mee bezig met de communicatiedienst, maar dat neemt ook veel tijd van die mensen. Ja, dat daarom ook. Maar... Jalien, corona. Ja, helaas slecht nieuws vanuit de Vlinder. Sedert vrijdag en eigenlijk na het weekend nog een slechtere situatie. Wij hebben 2 positief geteste bewoners op de glasvlinder. 3 positieve geteste medewerkers op diezelfde afdeling. En op die afdeling zijn ook 4 à 5 bewoners nog ziek. Waarvan we wachten op het resultaat. Vandaag zijn daarom alle bewoners van die afdeling getest. En overmorgen komen ook de medewerkers aan de beurt. En dan gaan we opnieuw zien wat de stand van zaken op die afdeling is. Maar omdat we zeker voorbereid willen zijn op bijkomende besmettingen, zijn we nu al gestart met de opbouw van onze cohortafdeling in de zalen en de lokalen van het dienstencentrum. Het is dus niet zeker dat we die gaan nodig hebben, maar we willen wel voorbereid zijn van zodra dat de resultaten binnenkomen, dat we kunnen de mensen verplaatsen naar de cohort die positief getest zijn, om zo snel mogelijk de besmettingen weer in te dekken. Dus ja, na een paar weken van rust, nu toch weer grote bezorgdheden in het zorgbedrijf. En ik ga jullie op de hoogte houden, zoals ik eigenlijk ook de afgelopen maanden heb gedaan. Hartelijk dank. Mag ik dan nu de gemeenschap afronden met iedereen te bedanken voor... Ik had ook nog het woord gevraagd, Ries. Wie dat is? Fleur. En Koen ook. Hallo? Ja. Allee, opnieuw ronde. Ja, sorry. Ja, dat is waar. Ik treed Lise Marie bij. Ik wil ook gewoon nog een keer zeggen dat ik corona...